Nogmaals, welkom bij deze workshop over het thema discriminatie in de platformeconomie. Mijn naam is Renze Korte, ik ben hoofddocent bij de Universiteit Utrecht. En ook namens mijn co-organisatoren Judith Kas en Martijn Arends wil ik iedereen van harte welkom heten bij deze middag. Ik zal het kort houden, want ik wil natuurlijk niet te veel tijd nemen van onze sprekers. Maar ik wil toch graag iets vertellen over de achtergrond van deze middag, over het programma en natuurlijk over onze sprekers. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van een al aantal jaren lopend onderzoeksproject aan de Universiteit Utrecht naar de rol van vertrouwen in de deeleconomie. Ik hoef waarschijnlijk niemand hier uit te leggen dat in de deeleconomie, waarin mensen spullen delen of verhuren op platforms zoals Snapcar of Peerbee, vertrouwen cruciaal is. In ons onderzoeksproject onderzoeken we onder welke voorwaarden en via welke mechanismen zulk vertrouwen tot stand komt en wat daarvan de sociale impact is. Een vraag die bij dit onderzoek kwam bovendrijven is de vraag in hoeverre bij zulke interacties in de deeleconomie de sociale achtergrond van beide partijen een rol speelt in het ontstaan van vertrouwen. En dat is een belangrijke vraag, niet alleen wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk en voor de deeleconomie zelf. Want als de deeleconomie al haar beloftes op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid wil waarmaken, dan is het cruciaal dat iedereen in gelijke mate toegang heeft tot de deeleconomie. En dat die zich kan verspreiden ook tussen verschillende groepen. En dat het vertrouwen niet gehinderd wordt door sociale barrières. Dat het niet vanzelfsprekend is, is de afgelopen jaren wel gebleken uit allerlei sociaal-wetenschappelijk onderzoek, van onszelf en van anderen. En ook dat dit niet alleen in de deeleconomie speelt, maar ook breder, in de platformeconomie in bredere zin. Dus het lijkt ons een mooi moment om hier eens over te praten in ook een bredere kring. Want we kunnen als wetenschappers wel allerlei onderzoek doen, maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat hier iets mee gebeurt. Dus we hebben daarom naast de twee sprekers die wat zullen vertellen over het onderzoek ook een aantal platformondernemers gevraagd om met ons en met jullie in gesprek te gaan over hun ervaringen en over mogelijke oplossingen. Het is dan ook uitdrukkelijk onze bedoeling om hier niet alleen maar problemen te benoemen, maar ook eerste stappen te zetten richting oplossingen. Maar ook zonder te pretenderen dat we deze middag al alle problemen zullen oplossen uiteraard. Dat brengt mij dan op het programma. We beginnen zo met een presentatie door Lex Thijssen, arbeidsmarktsocioloog bij het Sociaal Cultureel Planbureau, die ons zal inleiden in de algemenere thematiek en mechanismen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens zal mede-organisator Judith Kas meer specifiek inzoomen op de platformeconomie en wat vertellen over ons onderzoek op dat gebied, inclusief onze eigen onderzoeksbevindingen en de rol van reputatiesystemen bij het bestrijden van discriminatie. Daarna hebben we even pauze waarna we in gesprek gaan met maar liefst 4 platformondernemers. Hier is een kleine wijziging in het programma. Mark de Vos van GoBooney, die eerder op het programma stond, was helaas verhinderd. Maar we hebben gelukkig meerdere uitstekende vervangers kunnen vinden. Dus we gaan in gesprek met Laurens Walling van Pardop, Pim Graafmans van Jongmans, Joost Hopman van Get Jobs Done en met Daan Weddepol van Peerbee. Rest mij nog voor ik naar de eerste spreker ga te vermelden dat deze workshop financieel mogelijk wordt gemaakt door een subsidie van NWO. Normaal gesproken zouden wij u daar ook broodjes en koffie van aanbieden, maar dat gaat in deze online setting helaas niet. Ga ik naar de eerste spreker. We beginnen dus met Lex Thijssen als socioloog verbonden aan het Sociaal Cultureel Planbureau. Lex is gepromoveerd in 2020 op een proefschrift naar etnische en raciale discriminatie op westerse arbeidsmarkten bij de Universiteit Utrecht is wat dat betreft een van de specialisten in Nederland op dit gebied. Bij het SCP doet hij onder meer onderzoek naar inkomen en bestaanszekerheid. Lex Thijssen zal ons inleiden in het sociologisch onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Dus voor ik Lex het woord geef, nog even een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Lex zal een klein kwartier spreken. Gezien die tijd hebben we geen tijd voor vragen tussendoor, maar wel als hij uitgesproken is, hebben we tijd voor vragen en discussie. En dat doen we dan ofwel via de chat ofwel via hand opsteken in Zoom. Verder is het belangrijk te weten dat deze bijeenkomst wordt opgenomen en ook na de hand gedeeld zal worden op het YouTube-kanaal van Martijn Arends. En ja, verder nogmaals wil ik iedereen vragen om de microfoon op mute te houden. In ieder geval tot het moment voor vragen stellen. Dus bij deze wou ik dan Lex Thijssen vragen.
om het woord te nemen. Dex. Ik hoop dat mijn presentatie te zien is en ik ook nog steeds te horen ben. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Allereerst Rens, hartelijk dank voor deze mooie introductie, een uitgebreide introductie. Ook hartelijk dank jullie allen voor deze belangstelling en voor dit belangrijke onderwerp, maar ook voor mijn onderzoek hiernaar. En natuurlijk ook heel erg bedankt voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Dus dan ga ik wat vertellen over discriminatie en dan specifiek etnische discriminatie op de arbeidsmarkt. Al lange tijd bestaat er veel aandacht voor de integratie van mensen met een migratieachtergrond en bijvoorbeeld ook op de arbeidsmarkt. En in veel studies komt naar voren dat er nog steeds grote en hardnekkige etnische ongelijkheden op de arbeidsmarkt bestaan. Daarvan zijn verschillende verklaringen te noemen, maar één daarvan is dus discriminatie. En in deze presentatie zal ik me specifiek richten op discriminatie op de arbeidsmarkt. En nog specifieker op discriminatie in selectiebeslissingen. De belangrijkste reden daarvoor is dat sociaalwetenschappers sterke methodes hebben ontwikkeld om hier discriminatie nauwkeurig te onderzoeken. Zoals gezegd, er is veel aandacht voor discriminatie. En ook niet ten onrechte, want discriminatie brengt allerlei negatieve gevolgen met zich mee. Mensen die al in een kwetsbare economische positie zitten, krijgen dan bijvoorbeeld minder kansen om zichzelf te ontplooien. Ze hebben een grote kans op sociaal isolement. Organisaties lopen juist onnodig talent mis. En discriminatie draagt ook bij en bestendigt sociale tegenstellingen. En gaat één in tegen een van de belangrijkste beginselen van de democratische rechtsstaat, namelijk het gelijkheidsbeginsel. Kortom, discriminatie ondermijnt belangrijke funderingen van ons land. Voordat ik mijn onderzoek echt ga presenteren, wil ik even stilstaan bij wat discriminatie nu precies is. In het dagelijks leven of in de media is namelijk niet altijd even duidelijk wat er bedoeld wordt met discriminatie. Simpel gesteld gaat over ongelijke behandeling van gelijke gevallen. En als je het heel netjes zou willen zeggen, is er sprake van arbeidsmarktdiscriminatie wanneer mensen met een migratieachtergrond systematisch anders worden behandeld dan de autochtone bevolking, ondanks gelijke geschiktheid en in vergelijkbare arbeidssituaties. Discriminatie is dus eigenlijk ook vooral een gedragsuitkomst en verschilt daarmee van stereotypen, de beelden die mensen hebben over de kenmerkende eigenschappen van sociale groepen of vooroordelen. Dat zijn de affectieve gevoelens die bepaalde groepen kunnen oproepen. Wel kan het zo zijn dat stereotypen en vooroordelen aan de basis liggen van discriminatoire handelen. Nu, hopelijk heb ik duidelijk gemaakt wat ik onder discriminatie versta, zal ik uitleggen hoe we dit kunnen meten. En dit is nog niet zo eenvoudig. Ten eerste omdat wij als onderzoekers vaak niet aanwezig zijn bij het moment dat recruteringsbeslissingen worden genomen. En daarbij komt ook dat we niet zomaar kunnen afgaan op de antwoorden van potentiële slachtoffers of daders. Potentiële slachtoffers weten vaak niet met wie zij concurreren en hoe zij zich daartoe verhouden met de concurrentie. En tenzij discriminatie vrij expliciet voorkomt, is het dus vrijwel onmogelijk om te achterhalen of zij daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van discriminatie. Tegelijkertijd zullen potentiële daders dan weer niet willen toegeven dat ze discrimineren. En een andere bijkomstige moeilijkheid is dat ook niet alle daders altijd doorhebben dat ze discrimineren, ook omdat discriminatie onbewust kan optreden. Kortom, of discriminatie plaatsvindt, is zeer moeilijk om te observeren. De tweede voorname moeilijkheid is dat het ook moeilijk is om discriminatie goed te detecteren. Zo is dan de met en zonder migratieachtergrond verschillen naast hun herkomst vaak nog in talrijke andere opzichten van elkaar, zoals opleidingsniveau, werkervaring of presentatievaardigheden. En hierdoor is het lastig om te bepalen of het iemands etnische herkomst is of iets anders wat ervoor zorgt dat iemand wel of geen baan krijgt. Sociaal wetenschappers hebben verschillende methodes ontwikkeld om hier dan toch mee om te gaan. Maar het meest overtuigende bewijs voor discriminatie wordt geleverd door veldexperimenten. In veldexperimenten versturen onderzoekers gelijkwaardige nep-sollicitaties naar een liefst zo groot mogelijk aantal echte openstaande vacatures. De etnische achtergrond wordt op basis van willekeur aan deze fictieve sollicitatiematerialen toegekend en wordt bijvoorbeeld gesignaleerd op basis van de voor- en achternaam of andere subtiele signalen in het cv of in de sollicitatiebrief.
Vervolgens worden de reacties van werkgevers op deze fictieve sollicitaties geregistreerd in een database. En doordat alleen de etniciteit van fictieve sollicitanten systematisch varieert en alle andere relevante eigenschappen gelijk worden gehouden, wijzen de verschillen in de kans op een positieve werkgeverreactie tussen groepen, dus op etnische discriminatie in selectiebeslissingen. In de komende slide zal ik enkele belangrijke resultaten uit mijn dissertatie bespreken. En daarbij maak ik dus ook gebruik van veldexperimentele data. Goed om te zeggen, in Nederland werk ik daarbij samen met Bram Antzee van de Universiteit van Amsterdam. Marcel Koenders, ook werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En verder werkte er ook een hele rits aan onderzoeksassistenten of waren betrokken bij het project. Maar om te beginnen, is er nu sprake van etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt? Dit zijn de resultaten. En op de i-as is de kans te zien op een positieve reactie van een werkgever. Op de x-as zien we deze kans, hoe dat die is uitgesplitst naar etniciteit. En wat we zien is dat voor fictieve sollicitanten met een autochtone Nederlandse achtergrond, dat die kans ongeveer 46% is. Terwijl die voor sollicitanten met een migratieachtergrond 35% is. Verhoudingsgewijs ontvangen sollicitanten met een autochtone Nederlandse achtergrond dus 30% meer reacties dan die met een migratieachtergrond. Al met al wijst het dus op een duidelijke dubbele standaard op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar is dit nou een opvallende, opzienbarende bevinding? Helaas niet. In deze grafiek heb ik de resultaten van eerdere veldexperimenten naar etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt op een rijtje gezet. Dat is te zien op de x-as. En op de y-as is te zien de discriminatieratio. Dat is de verhouding tussen de kans op een positieve reactie voor een sollicitant met een autochtone Nederlandse achtergrond en die met een migratieachtergrond. Een 1 impliceert gelijke kansen, terwijl een hogere score meer discriminatie impliceert. En als we zo kijken, dan zien we niet echt dat er sprake is van een afname over de tijd. Maar terug naar ons veldexperiment. Een belangrijke vernieuwing ten opzichte van eerder onderzoek is dat we niet alleen hebben onderzocht of er gediscrimineerd wordt, maar ook wie, of met andere woorden welke groepen in meer of mindere mate. Onderzochten daarom niet alleen de grootste 4 migrantengroepen in Nederland, maar richten ons ook op kleinere groepen. Het zijn bijvoorbeeld groepen die sterk verschillen qua sociaal-economische posities en culturele achtergronden. En in totaal onderzochten wij zo'n 35 migrantengroepen. De resultaten zijn hier te zien. Merk op dat we de 35 migrantengroepen clusterden naar herkomstregio, of regio van de voorouders, om voldoende statistische power te houden. En wat opvalt is dus dat discriminatie niet elke groep in dezelfde mate treft. Minst gediscrimineerd worden sollicitanten met een Europese, Noord-Amerikaanse herkomst, en dan gevolgd door sollicitanten met een Aziatische herkomst. Meest gediscrimineerd worden echter sollicitanten met een Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en of Midden-Oosterse herkomst. Hun achterstand is maar liefst 13 tot 15 procentpunten. Maar wat verklaart nu deze patronen? De twee belangrijkste theorieën in de literatuur zijn smaakgedreven, ook wel taste-based discriminatietheorie genoemd, en statistische discriminatietheorie. Taste-based discriminatietheorie veronderstelt dat discriminatie gedreven wordt door de etnische biases van werkgevers, oftewel hun bewuste of onbewuste vooroordelen en stereotypen. En diverse psychologische en sociologische factoren liggen daaraan ten grondslag, zoals de menselijke neiging om zich aangetrokken te voelen tot anderen die op henzelf lijken, intergroep contact en conflict en historische processen van in- en uitsluiting. De tweede theorie, statistische discriminatietheorie, veronderstelt dat discriminatie ook het gevolg zou kunnen zijn van economische rationaliteit, incomplete informatie en objectieve productiviteitsverschillen tussen groepen. Het idee is dat economisch rationele werkgevers vaak te weinig informatie hebben om de individuele productiviteit van sollicitanten goed te beoordelen en daardoor afgaan op productiviteitsverschillen tussen groepen. Je zou dan ook wel kunnen spreken van een soort van etnische profilering. Tot op heden is op de arbeidsmarkt althans meer bewijs gevonden voor de eerste theorie, taste-based discriminatietheorie.
De laatste bevinding die ik zou willen bespreken gaat over landenverschillen. Want het experiment dat we in Nederland hebben uitgevoerd, hebben we namelijk tegelijkertijd in nog 4 andere landen uitgevoerd, om zo landenverschillen nauwkeuriger vast te stellen dan voorheen. Samen met collega's in Nederland en in Duitsland schreef ik een artikel over discriminatie van mensen met een Turkse migratieachtergrond in deze 2 landen. En deze resultaten zijn hier te zien en zijn ook wel enigszins verrassend te noemen. In Duitsland vinden wij dat verschil in de kans op een positieve reactie voor sollicitanten sollicitanten met en zonder Turkse migratieachtergrond ongeveer 4 procentpunten bedraagt, in voordeel van degene met een autochtone Duitse herkomst. In Nederland is dit verschil er ook, maar dan veel groter, maar liefst 15 procentpunten. Dus er is sprake van meer discriminatie in Nederland. De vraag is nu wat deze verschillen nu precies kan verklaren. En daarvoor zijn wel verschillende verklaringen te noemen, maar helaas kunnen wij deze niet goed isoleren. Maar een opvallend verschil tussen Duitsland en Nederland zijn de wervings- en selectieprocedures die er gangbaar zijn. In Duitsland lijkt het wervings- en selectieproces meer gestructureerd en objectiever te zijn dan in Nederland. En het uitzicht onder meer in de grote hoeveelheid informatie die sollicitanten moeten opsturen. Namelijk niet alleen een cv en sollicitatiebrief, maar ook papieren over de schoolresultaten, diploma's en ook een foto. Mogelijk dat daardoor etnische biases minder invloed hebben op het wervings- en selectieproces. Maar zoals gezegd kunnen we dat met onze data niet goed hardmaken. Recentelijk publiceerden collega's van mij een artikel met de eerste resultaten van alle landen waar ons design was uitgezet. En ook uit hun analyse blijkt dat met name discriminatie tegen niet-westerse minderheden sterk tussen landen verschilt. En vooral minderheden met een Afrikaanse en Midden-Oosterse migratieachtergrond lijken in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en ook in Nederland dus aanmerkelijk meer gediscrimineerd te worden dan in Spanje en Duitsland. Kortom, etnische discriminatie verschilt tussen landen. En in Nederland lijken met name niet-westerse minderheden zwaarder getroffen te worden dan in Spanje en in Duitsland. Laten we even alles op een rijtje zetten. We hebben gezien dat er duidelijk bewijs bestaat voor etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Fictieve sollicitanten met een migratieachtergrond ontvangen duidelijk minder reacties dan sollicitanten met een autochtone Nederlandse achtergrond. Zeer opvallend is bovendien dat er geen sprake lijkt te zijn van een afname over de tijd, ondanks bijvoorbeeld een gestegen opleidingsniveau onder mensen met een migratieachtergrond. Verder blijkt dat niet elke minderheidsgroep even sterk getroffen wordt door discriminatie. Met name minderheden met een niet-westerse migratieachtergrond, meer specifiek met een Afrikaanse en Midden-Oosterse migratieachtergrond, worden zwaar getroffen. Blijkt er sprake te zijn van een zekere etnische hiërarchie. En tenslotte blijkt dat Nederland, zeker in dit laatste opzicht, zeker niet positief afsteekt ten opzichte van andere landen, met name Spanje en Duitsland. Helaas kunnen we nu enkel speculeren wat ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld in Duitsland minder gediscrimineerd wordt dan in Nederland. Maar deze resultaten wijzen wel uit dat hier mogelijk wat ruimte ligt voor beleidsinterventies op nationaal of organisationeel niveau. Een belangrijke taak voor toekomstig onderzoek is dus om meer onderzoek te doen naar de verklaringen voor de gevonden verschillen tussen groepen en landen. En daarnaast zou meer inzicht verkregen kunnen worden in mogelijke regionale, organisationele of sectorale verschillen. Maar wat kunnen we nu tegen discriminatie doen? Opvallend genoeg is op dit gebied nog relatief weinig bekend en vooral afwezig zijn grootschalige systematische evaluatiestudies. Hier ligt dus een belangrijke uitdaging voor toekomstig onderzoek. Toch is het niet zo dat we volledig in het duister tasten. Als we de literatuur bekijken, zien we globaal gezien 4 oplossingsrichtingen. Een eerste oplossingsrichting is afschrikking. Het idee is dat discriminatie afneemt wanneer het effectief gemonitord wordt, straffen hoger zijn en daders snel worden vervolgd. Tot dusver wordt vooral ingezet op betere meldpunten voor slachtoffers en zwaardere straffen. De vraag is alleen of dat deze maatregelen veel effect zullen hebben. Het grote probleem is namelijk dat discriminatie vaak lastig is vast te stellen en de pakkans dus ook klein is. Mystery guests of de inzet van veldexperimenten voor handhaving zouden hierbij kunnen helpen, of kleven daar ook al enkele belangrijke nadelen aan. Een tweede oplossingsrichting is bewustwording in normzetting. Wanneer mensen zich meer bewust zijn van de omvang en van de aard van discriminatie, zou minder gediscrimineerd worden, zo is dan de gedachte. En uit onderzoeksstudies blijkt dat het echt lastig is om de biases van mensen op latere leeftijd te verminderen.
Diversiteitstrainingen blijken vaak nauwelijks effect te hebben en enkel in specifieke omstandigheden worden voorzichtig positieve effecten gevonden. En tegelijkertijd bestaat er ook het gevaar dat deze diversiteitstrainingen kunnen leiden tot zogenaamde rebound effecten, dus tegenovergestelde effecten. In het kader kan ook worden gedacht aan extra aandacht voor discriminatie via informatiecampagnes of in het onderwijs. Maar of dat dit echt helpt, is nog niet goed onderzocht. Een andere optie voor overheden is om meer zelf het goede voorbeeld te geven en de uitwisseling van best practices tussen organisaties te faciliteren. Een derde optie is om de ruimte voor etnische biases weg te nemen. Dit kan door meer in te zetten op creëren van een gestructureerd wervings- en selectieproces. Laboratoriumstudies laten hier positieve effecten van zien, maar zijn nog niet op grote schaal getest. Anoniem solliciteren hangt hiermee samen. En door bepaalde persoonlijke informatie te verbieden, zouden irrelevante groepskenmerken geen invloed meer uit kunnen oefenen op het wervings- en selectiebeslissingen in de screeningsfase. Enkele studies vinden positieve effecten van deze interventie, al zijn er ook al enkele praktische aandachtspunten te noemen. En een vierde en laatste oplossingsrichting is om meer in te zetten op diversiteitsbeleid en quota. Diversiteitsbeleid omvat allerlei maatregelen om de integratie van kwetsbare groepen in de organisatie te bevorderen. Bijvoorbeeld met streefcijfers, mentorprogramma's of inclusieve bedrijfscultuur. Quota betreft het reserveren van een minimum aandeel plaatsen voor werknemers van een gestigmatiseerde groep. Een belangrijk aandachtspunt is wel dat het veel weerstand op kan roepen en het nog niet zo makkelijk is hiervoor goede criteria te ontwikkelen. Bij deze heb ik jullie dus een korte schets gegeven van de aard, maar ook de oplossingsrichtingen om etnische discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. En zoals gezegd, hoe effectief deze opties zijn, is nog nauwelijks op grote schaal systematisch geëvalueerd. En hopelijk kunnen we hier snel meer inzicht in krijgen. Daarbij kunnen we denk ik ook veel leren van de platformeconomie, te meer omdat dit een soort van microcosmos biedt waarbinnen verschillende oplossingsrichtingen uitgetest kunnen worden. Hopelijk zet het jullie aan tot inspiratie. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Hartelijk dank, Lex. Misschien kan je delen van je scherm weer uitzetten, dan kunnen we elkaar ook weer iets beter zien. Ja, dankjewel. Tijd voor vragen. We hebben in ieder geval één vraag vast uit de chat. Dat was een vraag van Suzanne. Die vraagt, hoe is het criterium taalvaardigheid bij veldexperimenten gebruikt? In veel functies is taalvaardigheid immers meer of minder vereist. Op wat voor manier is dat geïmplementeerd in veldexperimenten? In principe is het natuurlijk zo dat je als sollicitant een nette sollicitatiebrief moet schrijven en een net cv moet opstellen. En zolang dat foutloos Nederlands wordt geschreven, dan is dat niet echt een extra, is dat niet echt iets waar we extra aandacht op leggen. Dat is een van die dingen die constant worden gehouden. Wat we wel hebben gedaan is om de etnische achtergrond van de fictieve sollicitant wat extra te accentueren. Is dat we bijvoorbeeld naast moedertaal Nederlands, dat we ook hebben opgegeven dat als iemand een Turkse migratieachtergrond had, dat hij ook nog moedertaal Turks opnam. Dus op die manier doen we wel iets met taalvaardigheid. Oké, dankjewel. Een vraag, ik kijk nog even door de chat heen. Ja, een vraag van Bas is, waarom zit het vervangen van cv's door digitale assessments niet in het lijstje van oplossingsrichtingen? Zou dat een mogelijke oplossing kunnen zijn? Of valt dat misschien ook onder een van de oplossingsrichtingen die je hebt genoemd? Ik weet niet precies hoe het ligt er ook een beetje aan hoe dat je die assessments nou precies zou vormgeven. Maar dat zou ook een manier van objectiveren kunnen zijn. Dus dat je wat meer competentiegericht gaat selecteren in plaats van selecteren op wat iemand opnoemt. Een algemeen punt is wel dat als jij mensen assessments laat doen, is dat je wel moet opletten dat je dit ook gestructureerd doet en dat je niet onderspot dingen gaat aanpassen. Want dat zou misschien wel weer allerlei biases, of ruimte geven voor die biases. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook
de mogelijke toepassing daarvan ook verschil tussen sectoren. Ja. In hoeverre kan je iets zeggen over verschillen tussen sectoren op basis van je veldexperiment? Nou, we hebben wel de sector bijgehouden, maar dat is toch nog wel lastig. Omdat als je echt uitsplitsing wil maken naar allerlei sectoren, dan heb je best wel wat statistische power nodig. En ondanks dat we meer dan 4000 fictieve sollicitaties hebben gestuurd, worden die aantallen al vrij snel kleiner als je gaat uitsplitsen naar 20 verschillende sectoren. En helemaal als je ook nog verder uitsplitsingen zou willen maken naar bijvoorbeeld migratieachtergrond. We hebben wel wat algemene analyses gekeken of dat bijvoorbeeld verschilt naar beroep. En daar lijken niet echt sprake te zijn van statistisch significante verschillen. Dus in ieder geval de etnische hiërarchie, die lijkt wel vrij constant te zijn. Maar ja, eigenlijk zouden we dat nog met meer gefocuste designs moeten uitzoeken. Ja, dankjewel. Er komen nog wat meer vragen in de chat op dit moment. Ik denk dat we ze niet helemaal meer allemaal kunnen beantwoorden. Ik denk dat een aantal nog ook straks in de wat algemenere discussie na de pauze een rol kan spelen. Zoals de laatste vraag die ik nu zie van wat zou onderzoek naar platform economie voor kansen kunnen bieden. Vraag van Daan over de mogelijke rol van foto's. Ik denk dat Judith daar ook mogelijk iets over gaat zeggen. Ik pik er nog even één vraag uit. Die is misschien ook wat breder dan specifieke veldexperimenten. Maar de vraag is, een vraag van Bas, weer, wat is de rol van het deel, al dan niet deel uitmaken van netwerken? Wat is de rol daarvan bij discriminatie? De Old Boys Network bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een aspect wat ik juist niet heb onderzocht. In de zin van, wij hebben ons echt heel erg op die formele zoekkanalen gericht. Dus van wat gebeurt er als je met een ofwel een Nederlands, autochtoon Nederlandse achtergrond of met een migratieachtergrond solliciteert op een bepaalde openstaande vacature, zien we dan een verschil tussen etnische groepen. Ik denk dat die sociale netwerken ook heel erg relevant worden voor het bij informele manieren van zoeken. En wat in ieder geval het onderzoek wel sterk suggereert, is dat die sociale netwerken tamelijk homogeen zijn op achtergrondkenmerken. Met andere woorden, dat als jij een autochtone Nederlandse herkomst hebt, dan zullen jouw mensen in jouw netwerk ook vaak autochtone Nederlands zijn. Met andere woorden, dat is, niet iedereen heeft dezelfde kansen om in jouw netwerk te komen. En dat zorgt er dus ook voor dat daardoor ook mensen bijvoorbeeld met een migratieachtergrond worden uitgesloten. En minder kans maken op een baan of bijvoorbeeld ook op het werk om promotie te maken, et cetera. Maar ik moet wel zeggen dat dat wel een ander type onderzoek is dan waar we ons hierop hebben gericht. Ja, dankjewel. Dat is in algemene lijn iets wat ik als netwerkonderzoeker zeker ook zou onderschrijven. Daarmee moeten we naar de tweede presentatie van vanmiddag door Judith Kas. Dankjewel Lex nogmaals. En we zien je straks ook graag terug nog in de discussie. Gaan we dus verder met Judith Kas. Judith heeft afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld in het genoemde onderzoeksproject naar deeleconomie. Hij was een van de onderzoekers in dit project. En ze zal komende vrijdag promoveren op dat onderzoek. Ik heb gehoord dat er nog kaarten zijn voor de verdediging. Zij is op het moment onderzoeker bij het prestigieuze WZB-instituut in Berlijn. Maar zal ons op dit moment iets vertellen over de rol van discriminatie in de platformeconomie en met name de rol van reputatiesystemen, dus ratings en reviews. Dus daarmee geef ik jou het woord, Judith. Dankjewel. Kunnen jullie mijn slide zien en mij horen? Zeker. Oké, dankjewel. Ik ga dus wat vertellen over mijn promotieonderzoek naar discriminatie in de platformeconomie. En ik ga specifiek wat vertellen over de rol van ratings en reviews of beoordelingen en
Ik heb dit onderzoek samen gedaan met Renze en met Arnoud van Breit, die is er niet bij vandaag. Wacht even. Ja, dan kunnen jullie het zien. Discriminatie in de platformeconomie, dat heeft veel te maken met vertrouwen in de platformeconomie, waar Renze aan het begin al een korte introductie op heeft gegeven. Vertrouwen is belangrijk in dit soort platforms. Ik heb me specifiek gericht op peer-to-peer platforms, dus waar mensen niet met bedrijven te maken hebben, maar met andere mensen. En op dit soort platforms is je persoonlijke profiel belangrijk. Dus dit is een voorbeeld van mijn Airbnb-profiel. Daar zie je niet alleen maar mijn reviews en wat achtergrondinformatie, maar je ziet ook mijn naam en mijn foto. En het idee van die namen en die foto's is dat je een soort van idee krijgt met wie je te maken hebt en dat je daaruit kan afleiden, nou hier met deze persoon wil ik zaken doen of niet. Het nadeel is dat die nadruk op persoonlijk contact en de nadruk echt op personen discriminatie tot onbedoeld gevolg heeft. Dus omdat je mijn naam en mijn foto ziet, kun je zien dat ik waarschijnlijk een vrouw ben. En je kunt ook mijn huidskleur zien en op basis daarvan kan gediscrimineerd worden. En we zien dat dat ook gebeurt. Dus er zijn verschillende onderzoeken uit de platformeconomie waaruit blijkt dat er discriminatie is op die platform. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan, veel van dit onderzoek is trouwens in Amerika gedaan, dat moet ik erbij zeggen. Op Uber hebben we bijvoorbeeld gezien dat zwarte mensen 30% langer moeten wachten op een taxi dan witte mensen in Amerika. En op eBay kunnen zwarte mensen dezelfde producten voor een lagere prijs verkopen. Datzelfde geldt op Airbnb. En we zien bijvoorbeeld ook een Europees voorbeeld is van een carpool platform, waarbij mensen met een niet typisch Duitse naam, dit was een Duits onderzoek, hun aanbod wordt minder vaak bekeken dan dat van mensen met een typisch Duitse naam. Dus er zijn verschillende voorbeelden van verschillende platformen in de deeleconomie die laten zien dat dit een probleem is. Een interessante richting die uit onderzoek komt en die ook wel genoemd wordt in het veld is dat ratings en reviews, dus online beoordelingen, mogelijk een oplossing zijn voor dit probleem. Dat zou goed nieuws zijn, want vrijwel elk platform heeft zo'n reputatiesysteem, noemen we dat. Die collectie van ratings en reviews. Dus dat zou mooi zijn. Nou, hoe werkt dat nou? Het idee van reviews is dat ze iets vertellen over een persoon. Ik gebruik hier het voorbeeld van een motordeelplatform. Ik zal later uitleggen waarom. En op dit platform kunnen motoreigenaren hun motor adverteren en andere mensen kunnen die dan huren. Nou, stel dat er twee soorten huurders zijn. Mensen die netjes met die motor omgaan en hem op een goede manier terugbrengen. En mensen die die motor kapot maken. Het idee is dat gereflecteerd wordt in de ratings. Dus in dit voorbeeld, als iemand een motor netjes terugbrengt, krijgt hij een goede rating, 5 sterren. En iemand die een motor kapot maakt, krijgt een slechte rating. Het idee hierachter is dat gedrag uit het verleden iets zegt over gedrag in de toekomst. Dus iemand die netjes met de motor omgaat, zal dat die in het verleden heeft gedaan, die zal dat in de toekomst ook eerder doen. En iemand die eerder een motor kapot maakt, die zal dat in de toekomst ook eerder doen. Dus daarmee zeggen die sterren, die zeggen iets over gedrag in het verleden en daarmee ook over gedrag in de toekomst. Dus als je ziet dat iemand 5 sterren heeft, weet je dat hij zich in het verleden netjes gedragen heeft en dan dus waarschijnlijk dat hij in de toekomst ook doet. Dus als iemand maar 1 ster heeft, dan kun je er misschien wel van uitgaan dat hij in de toekomst ook niet netjes met spullen om zal gaan. Dit verklaart waarom ratings en reviews belangrijk zijn voor vertrouwen, maar het zegt nog niks over discriminatie. Het idee achter de rol van ratings en review als oplossing voor discriminatie is dat discriminatie in de platformeconomie vooral statistische discriminatie is. Dat heeft Lek net ook uitgelegd. Dat gaat dus over een gebrek aan informatie. Als je kiest met wie je een transactie aan wil gaan in de platformeconomie, heb je vaak maar beperkte informatie. Je ziet de naam en een foto en wat achtergrondinformatie. Maar vaak is er niet objectieve informatie over iemands kwaliteiten die belangrijk zijn voor zo'n transactie aanwezig. En dan is er een kans dat diffuse kenmerken, die niet zo heel veel te maken hebben uiteindelijk met die kwaliteiten waar je in geïnteresseerd bent, betrouwbaarheid bijvoorbeeld in dit geval, dat die een rol gaan spelen. Dus als mensen denken, nou, etniciteit heeft iets te maken met betrouwbaarheid en ik heb verder geen informatie, dan ga ik sommige mensen meer vertrouwen dan anderen op basis van hun etniciteit. Het idee is dan dat die reviews objectieve informatie bijdragen. Dus als je ziet, iemand heeft zich in het verleden goed gedragen, omdat hij 5 sterren heeft, dan doet het er misschien niet meer zoveel toe wat de etniciteit van die persoon is. Want die review zegt meer over de kwaliteiten van de persoon dan zijn etniciteit. Dus
Op basis daarvan zou je verwachten inderdaad dat de aanwezigheid van reviews vermindert het belang van etnische informatie. Dit blijkt ook uit eerder onderzoeken. Dit is een voorbeeld van een experiment waar een soortgelijke methode eigenlijk als wat Lex heeft gedaan wordt toegepast. Dus wat hier is gedaan is op Airbnb zijn nepprofielen van nepgasten aangemaakt. Dus van witte en zwarte mensen. En met die nepprofielen zijn aanvragen gestuurd naar echte verhuurders op het platform. En er is dan geregistreerd wat de reactie van die verhuurder was. Dus hier zie je als die nepprofielen geen reviews hebben, dat witte huurders vaker worden geaccepteerd dan zwarte huurders. Het interessante is dat dit verschil verdwijnt in dit onderzoek voor mensen die minstens één review hebben. Dus als zowel de witte als de zwarte huurder één review heeft, dan zie je niet dat er een verschil is in de kans dat zij geaccepteerd worden. Nou, op basis van dit soort bevindingen, dit was niet de enige keer dat dit gevonden is, dit komt vaker naar voren, wordt geconcludeerd dat ratings en reviews dus een oplossing zijn voor digitale discriminatie. Uit ons onderzoek blijkt echter dat het niet zo is. Ratings en reviews lossen ongelijkheid niet op in onze onderzoeken. We vinden bijvoorbeeld op een motordeelplatform dat huurders die een motor willen huren minder vaak een motor kunnen huren als ze een migratieachtergrond hebben dan als ze dat niet hebben. Er is dus discriminatie op dat platform. En om te weten of die ratings en reviews helpen dat probleem op te lossen, zou je verwachten dat over de tijd, als een huurder vaker een aanvraag indient, dan krijgt hij reviews en dan zou dat probleem kleiner moeten worden. Dus wat je hier zou verwachten, is dat de twee lijnen naar elkaar toe gaan lopen. Je zou verwachten dat hoe vaker iemand een aanvraag heeft gedaan, hoe groter de kans is dat die aanvraag wordt geaccepteerd. Dat zien we wel. Maar we zien niet dat de kans dat die kansen naar elkaar toe gaan. Dus wat je hier ziet is, dit is de eerste aanvraag die een huurder doet en dit is de vijfde. En je ziet dat mensen met een migratieachtergrond altijd een kleinere kans hebben om geaccepteerd te worden. Dus dit is het eerste bewijs dat ongelijkheid niet kleiner wordt als er ratings en reviews zijn. In een tweede studie hebben we een online experiment gedaan. Daaraan hebben meer dan 500 Indiërs en Amerikaanse deelnemers deelgenomen. En zij speelden een soort van spel waarin ze konden kiezen tussen vier personen waarin zij vertrouwen wilden plaatsen. En zij werden geïnformeerd over de nationaliteit en de reputatie van die vier personen. Nou, hier zien we dat er ongelijkheid is zonder een reputatiesysteem, dus zonder die ratings en reviews. Dan zie je dat Amerikanen vaker vertrouwd worden dan Indiërs. En we zien dat dat gat min of meer hetzelfde blijft als er wel ratings en reviews zijn, dus als er wel een reputatiesysteem is. Dus dit is het tweede bewijs dat reputatiesystemen niet voor minder ongelijkheid zorgen. Nou, hoe kan dat dan? Want ik had eerder uitgelegd dat die aanwezigheid van ratings en reviews ervoor zorgt dat informatie zoals etniciteit minder belangrijk wordt. Nou, de verklaring die wij hiervoor hebben is deze. Reputatie stapelt zich op. Dus het is niet per se zo dat iedereen een gelijke kans heeft om een review te krijgen. Ik zal het uitleggen aan dit voorbeeld. Hier zijn twee huurders, het gele poppetje en het blauwe poppetje. En er is één motoreigenaar die kan kiezen aan wie die zijn motor verhuurt. In dit geval, we weten dat mensen over het algemeen een voorkeur hebben voor anderen die op hen lijken. Dus in dit geval gaat het gele poppetje ook voor de gele huurder. Nou, die gele huurder die kan de motor lenen. En als hij hem netjes terugbrengt, krijgt hij daarvoor een goede review. Nou, de tweede, als er een nieuwe eigenaar, motorbezitter komt, die ziet nu een groen poppetje en een geel poppetje, waarvan één van de twee 5-sterren review heeft. Dus die denkt, nou, die persoon met die review, die is het netjes in het verleden netjes met de motor omgegaan, die kies ik ook. Dus hij krijgt opnieuw het gele poppetje hier, de motor, en die krijgt opnieuw een goede review. Nou, dat gaat zo door. En uiteindelijk heb je, dit is heel grofweg wat er dan gebeurt, min of meer, is dat één persoon of één groep, die krijgt alle reviews en die kan vaker motor lenen. Terwijl die andere persoon, die mogelijk wel even betrouwbaar is, die krijgt de kans niet om te laten zien dat hij betrouwbaar is. En die kan daardoor geen reputatie opbouwen en heeft daardoor ook geen voordeel van die reputatie. De resultaten uit onze onderzoeken bevestigen dit. Dus we zien op het motordeelplatform dat huurders met een migratieachtergrond minder snel reviews krijgen. En dat komt omdat hun aanvragen minder geaccepteerd worden. En over het algemeen kunnen reviews alleen geschreven worden na een voltooide transactie. Dus doordat mensen minder kans hebben om geaccepteerd te worden, hun aanvragen, krijgen ze ook minder snel reviews. Ook uit de tweede studie, dus dat was het experiment met de Indiërs en de Amerikanen, daar blijkt ook uit dat eerdere keuzes latere beslissingen beïnvloeden.
Dus onze conclusie is dat ratings en reviews niet per se een oplossing zijn voor ongelijkheid. En dat is omdat ratings en reviews niet altijd een objectieve maat voor kwaliteiten zijn. En het is niet voor iedereen even makkelijk om die ratings te krijgen. Ik heb me specifiek gericht op reputatiesystemen, dus ratings en reviews als oplossing voor discriminatie. Maar wat andere mogelijke oplossingen zouden zijn en die in de toekomst verder onderzocht zouden kunnen worden, is bijvoorbeeld het minder zichtbaar maken van namen en foto's. Dat is denk ik de meest logische eerste stap om dat te onderzoeken, om te kijken als die informatie er niet is, lost dat het probleem dan op. En de tweede mogelijkheid die volgt uit ons onderzoek, die misschien kan helpen, is om nieuwe gebruikers een handje te helpen. Dus als je er maar voor zorgt dat nieuwe gebruikers die eerste twee reviews krijgen, dan zullen zij waarschijnlijk in de toekomst zelf makkelijker transacties krijgen op dat platform. En dan zou die opstapeling van reputatie minder een probleem kunnen zijn. Ik heb hier nu niet definitief een antwoord op of dit gaat helpen, maar dat is iets wat we straks in de discussie kunnen bespreken. In hoeverre is dit haalbaar en in hoeverre denken jullie dat dit helpt? Ja, dus dat was mijn presentatie. Zijn er vragen? Dankjewel, Judith. We hebben vast wat vragen in de chat. Een paar dingen ter verduidelijking. Op de eerste vraag had ik in de chat al antwoord gegeven. Dat is de vraag van, gaat het hier nu om discriminatie door gebruikers, of is er ook discriminatie door de platformen zelf, bijvoorbeeld in de vorm van algoritmes. Het gaat hier in dit onderzoek echt over discriminatie door gebruikers. Denk ik, waarmee niet gezegd is dat het door algoritmes of door het platform niet kan plaatsvinden, maar dat is wel een heel ander soort kwestie, denk ik. Ja. Andere vraag van Hans is, begrijp ik nu uit de presentatie dat discriminatie ook omgekeerd kan plaatsvinden, omdat mensen een voorkeur hebben voor mensen die het meest op hen lijken? Is discriminatie dan ook locatiegebonden? We zagen ook wel terug enigszins in de motordata dat mensen een voorkeur hebben op anderen die op hen lijken. Dus we zagen niet alleen maar dat Nederlanders zonder migratieachtergrond een voorkeur hebben voor Nederlanders zonder migratieachtergrond. Maar we zagen ook enigszins terug dat mensen met een Turkse achtergrond een voorkeur hebben voor andere mensen met een Turkse achtergrond. Alleen, het is natuurlijk zo dat er over het algemeen één groep groter is dan de rest. Dus zo'n voorkeur voor mensen die op je lijken, zal zich uiteindelijk vertalen in een voordeel voor de meerderheid. Ja, dankjewel. Een andere vraag, dat is denk ik een meer algemene vraag van Laurens. Misschien ook een beetje een vraag voor Lex. Maar de vraag is, komt discriminatie nu vaker voor in de platformeconomie dan in de normale economie? Of juist niet. Kan je daar iets over zeggen? Ik heb geen directe vergelijking gedaan tussen de twee. Dus ik vind dat lastig om te zeggen. Maar ik denk dat wat er uit die platformonderzoeken komt, is dat het meestal zo'n 15% verschil is tussen twee groepen. Gemiddeld genomen. Ik weet niet hoe dat is op de arbeidsmarkt, Lex. Ik vind procentpunten vind ik wat lastig. Misschien verhoudingsgewijs, weet je daar ook iets over? Nee, weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Dus wat literatuurstudies of meta-analyses laten zien, dat is op de arbeidsmarkt dat het zo, dat mensen met een etnische minderheidsachtergrond, dat die ongeveer 40-50% minder reacties krijgen. Dus ik weet niet wat dan het equivalent is in de platformeconomie. En het zal ook weer uitmaken per herkomstgroep, per sector misschien. Dus ik denk dat het ook vooral uitmaakt. Je hebt natuurlijk arbeidsplatforms waarbij arbeid via een platform wordt geregeld. En goederenplatforms. Ik denk dat het op de arbeidsmarkt is sowieso veel discriminatie, maar ik weet niet zo heel goed hoe dat is bijvoorbeeld op de goederenhuurmarkt, of daar ook veel gediscrimineerd wordt. Ik weet het nu.
ik kan daar niet echt iets over zeggen nu. Rens, heb jij daar nog iets over aan toe te voegen? Nou, ik denk dat, dit een hele interessante vraag is, ook met de sterke groei van de platformeconomie. Maar ik denk dat hier ook nog echt een taak voor onderzoekers ligt om die uitkomsten goed vergelijkbaar te maken. Want dat is denk ik hier nog wel de uitdaging. Dat zagen we ook in de reactie van Lex al. Maar dat is denk ik wel iets heel interessants om naar te kijken. En dat zal... Ja, het grote voordeel van het type veldexperimenten dat Lex doet, is dat je daar van die mooie gestandardiseerde uitkomsten uit krijgt, die ook goed tussen landen vergelijkbaar zijn. Je krijgt dan wel de uitdaging om dat te vergelijken met uitkomsten uit het veld, zeg maar, van de platformeconomie. Dus één optie zou kunnen zijn om dit soort, zeg maar, veldexperimenten ook in de platformeconomie te doen. Maar ook daar zal het een uitdaging zijn om dat vergelijkbaar te krijgen tussen verschillende sectoren. Maar dat is zeker iets waar we naar kunnen kijken. Ik kijk nog even naar vragen uit de chat. Is er iets te zeggen over verschil in vertrouwen tussen anonieme profielen en profielen met namen? Of profielen met en zonder foto's? Ja. Ik weet wel van een aantal onderzoeken waar ze hebben gekeken naar het effect van de aanwezigheid op foto's. En dat heeft over het algemeen een positief effect. Maar volgens mij is er in die studies niet gekeken naar of dat voordeel er is voor alle groepen op zo'n platform. Dus gemiddeld genomen helpt het om een foto te hebben. Maar ik weet niet of het bijvoorbeeld ook etnische minderheden helpt om een foto te hebben. Of dat het voor hen juist nadelig is. Renze, of wie is iemand? Nou, ik weet niet. Ja, dat is... Ik meen dat er ook een onderzoek is gedaan waarbij in plaats van foto's naar avatars is gekeken. Daar hebben we het laatst over gehad niet. Dus dat mensen gewoon een soort gekleurd poppetje hebben. En dat hielp volgens mij ook al vertrouwen te vergroten. Ja, dat is op zich wel een interessant type bevinding. Omdat in de deel van de platformeconomie, en zeker in het, zeg maar, deel-economie-deel van de platformeconomie, juist vaak heel veel nadruk gelegd werd op die persoonlijke relatie, op dat sociale aspect. Waarbij je zeg maar, ook automatisch heel veel nadruk krijgt op persoonlijke informatie over de gebruiker. Dit soort eerste resultaten suggereren dat juist door dat wat terug te schroeven je discriminatie zou kunnen verminderen. Ik denk dat het tijd is voor even pauze. Zoals Martijn ook net al opmerkte in de chat, we hebben niet altijd tijd om alle vragen te beantwoorden, maar we zullen proberen om... vragen die we niet kunnen beantwoorden, naderhand nog aan de sprekers voor te leggen, zodat we die in het verslag van de bijeenkomst, naderhand dat we zullen rondsturen, dat we daar nog op in kunnen gaan. Ik kan niet garanderen dat helemaal voor alle vragen lukt, maar we zullen ons best doen. We houden even 10 minuten pauze en dan zijn we om 14:30 terug voor een gesprek met onze 4 platformondernemers. Dus tot straks.
gaan over een minuutje ongeveer weer beginnen. Joost, ben jij alweer terug? Ja, ja. Zeker. Binnen. Dan gaan we beginnen, want dan zijn in ieder geval alle platformondernemers. Hè? Voor het tweede deel van deze workshop gaan we in gesprek met 4 platformondernemers. Omdat we het dus niet alleen belangrijk vinden om in de wetenschap bezig te zijn met dit onderwerp, maar omdat we ook graag willen horen in hoeverre dit probleem speelt op de platform houden, voor de platformen en wat er al mee gebeurt. Ik denk dat het goed is om te beginnen met te zeggen dat we vandaag 3 werkgerelateerde platformen hebben en 1 spullendeelplatform. En specifiek voor de klusplatforms voor de kluseconomie zou de platforms juist misschien ook een kans kunnen bieden om discriminatie te verminderen, omdat er vaak geen selectie aan de deur is. En voor juist veel kleine klussen kunnen mensen automatisch toegewezen worden. Dus dat zou de kans bieden. En ik denk dat het vandaag interessant is om te gaan praten over wat kunnen platforms doen om die inclusiviteit te waarborgen en welke keuzes van zo'n platform hebben daar invloed op. Dus ik zou graag eerst deze 4 platformondernemers willen voorstellen. De eerste is Pim Graafman van Young Ones. Young Ones is een platform dat opdrachtgevers en freelancers bij elkaar brengt. Onze tweede spreker is Joost Hopman van Get Jobs Done. En dat platform brengt studenten en bedrijven met studiegerelateerde opdrachten bij elkaar. Onze derde ondernemer is Laurens Waling van Pardup. En dat is een intern matchingsplatform voor grote organisaties. En de vierde aanwezig is Daan Weddepol van Peerby. En via dat platform kun je spullen huren of lenen van je buren. En ik denk dat we meteen gaan beginnen. Dus mijn eerste vraag aan jullie is, in hoeverre herkennen jullie de geschetste problemen? Dus in hoeverre krijgen jullie signalen dat er discriminatie is op jullie platform? En doen jullie daar al iets mee? Voeren jullie daar beleid op? Pim, zou jij misschien af willen trappen? Jazeker. Dankjewel, Judith. Wat wij dus inderdaad wel zien is dat er bij ons wel degelijk natuurlijk selectie plaatsvindt. Kijk, wat bij ons het grote verschil is, ik kom zelf uit de uitzendbranche, daar heb ik heel lang gewerkt, is dat er geen recruiter tussen zit. Dus je zou zeggen van, hey, daar kan een voordeel in zitten, maar er kan ook een nadeel natuurlijk in zitten. Kijk, wat we zien is dat, wat ik bij Young Capital, bij de uitzender, heel erg zag, is dat de klant, die is vaak koning, die vraagt aan een recruiter om een bepaald profiel. En zo'n klant die vraagt ook wel eens dingen die hij niet mag vragen. En daar zijn de recruiters wel voor opgeleid. Ze hebben natuurlijk allemaal een SEU-examen gedaan, anders mogen ze niet in de uitzendbranche werken. En wat je dus ziet is dat er dan in ieder geval een filter tussen zitten. Bij ons is dat niet. Dus bij ons kom je wel degelijk klussen tegen waar bijvoorbeeld wordt gevraagd een jonge meid van 18 voor achter de bar. Dat is natuurlijk leeftijdsdiscriminatie. En dat kan niet. En dan zou je dus kunnen zeggen, je kunt dat gaan redigeren. Dat komt in het begin heel goed. Maar nu hebben we zoveel klussen dat handmatig bijna niet meer te doen is. En dan moet je op een gegeven moment de afweging maken. Ga je daar iemand bijvoorbeeld op aannemen? Of ga je proberen dat bijvoorbeeld te automatiseren? En voor dat laatste is een mogelijkheid wat zou kunnen op ons platform. Maar goed, daar moet je dan een keuze in maken. Ja. Hebben jullie die keuze al gemaakt? Of is dat nog een
ongoing courses? Nee, nog niet. Hij staat er wel op onze lijst. Zoals heel veel dingen op onze lijst staan. En je bent natuurlijk gewoon afhankelijk van je, ja, van je budget en uiteindelijk ook van je roadmap. En nu hebben we vooral heel erg, ja, gewoon heel technisch het platform gebouwd. Maar ik kan me voorstellen dat wat we heel makkelijk zouden kunnen, wat in ieder geval een optie volgens mij zou zijn, is al dat je bijvoorbeeld degene die de klus plaatst helpt om zijn of haar tekst al te redigeren. Je hebt tooltjes om, als je bijvoorbeeld websites bouwt, die jou aangeven in hoeverre dat jouw tekst systematisch klopt. Nou, dat zou bij ons bijvoorbeeld, dat is wel iets wat we wel eens hebben bedacht. En dat je dus al tips kunt geven naarmate iemand aan het typen is. Ja, oké. Okay. Hartstikke interessant. We komen zo bij jou terug. Maar ik wil graag eerst even door naar Joost van GetJobs Done. Voor jou dezelfde vraag. In hoeverre kennen jullie deze problemen? Krijgen jullie signalen van discriminatie? En voeren jullie daar al beleid op? Ja, een beetje hetzelfde verhaal als Tim eigenlijk. Ik heb hiervoor ook bij een uitzendbureau gewerkt. En daar was ik zelf de bemiddelaar. En soms kreeg je inderdaad wel eens een discriminerend verzoek. En dan zei je van, nou ja, dit is niet de manier van werken. Dus gaan we op zoek naar een ander uitzendbureau. Dat was af en toe ook wel moeilijk, moet ik zeggen. Omdat je dan toch een klant wegstuurt. Maar dat deden we gewoon niet aan. En dan is het veel inzichtelijker dan met een platform. Met een platform, wij doen kleine klussen. Dus een opdrachtgever plaatst een klus en die wil eigenlijk binnen 5 minuten al iemand hebben die het voor hem doet. Dus in zoverre is het ook lastiger om het te controleren. Want eigenlijk kiest hij beetje de eerste beste die komt. Ik hoor Joost niet meer. Komen we zo bij Joost terug. Gaan we denk ik eerst even door met Laurens van Pardup. Kun jij misschien deze vragen beantwoorden die bij jullie zit? Jazeker, bij ons zit het iets anders. Pardup is eigenlijk een platform wat wij aanbieden aan grote organisaties om intern te gebruiken. Dus je moet je voorstellen dat je een paar duizend man hebt en dat er toch vaak mensen van buiten worden ingehuurd, terwijl er intern mensen beschikbaar zijn die ook die klus kunnen doen. En daar is Pardup eigenlijk een oplossing voor. En je ziet dat wij juist worden ingehuurd om interne discriminatie tegen te gaan. Dan wordt het vaak genoemd in meer diversiteit, meer inclusiviteit, alle doelgroepen betrekken. Omdat er vaak in organisaties steeds naar de usual suspects wordt teruggegrepen. Zie je dan eigenlijk voor je, de werkgroepjes, de groepjes die... Nou. En wat er met Pardup gebeurt, is dat organisaties hun klussen op het platform zetten en eigenlijk de hele populatie de gelegenheid geven om daarop te reageren. Dus wij worden aan zich al ingezet als een oplossing voor een soort van interne discriminatie, zou je kunnen zeggen. Dus daarmee herken ik de vraag niet zozeer naar ons toe wat wij eraan doen. Die komt wel eens terug. Maar niet zo vaak dat we er ook echt iets aan doen. Dus wij bieden gewoon met ons platform een marktplaats voor talent. Zowel een overzicht van alle profielen en een overzicht van al het werk. En proberen daar met onze algoritmes zo goed mogelijk in te matchen. Maar ik heb daar geen aanleiding in gezien om dingen te doen als anonymiseren of foto's weg te laten. Sterker nog het tegenovergestelde, want we zien dat soort dingen heel erg belangrijk zijn om gewoon vertrouwen te wekken in wie is die kandidaat. En daarmee wordt het ook een sociaal platform. En dat is een heel belangrijke driver voor succes van dit soort platforms. Dus ik zie een hele andere invalshoek. Vandaar ook mijn vraag. Is het überhaupt een groter probleem in de platformeconomie dan in die traditionele economie? Want het zou wel eens kunnen zijn dat de inzet van platformen aan zich gewoon al dit een stuk lager maakt. Waardoor het stimuleren van die platformen aan zich gewoon al een hele goede oplossing zou zijn voor dit samenlevingsprobleem. Ja, ik denk dat wel afhangt ook van hoe platforms ingericht zijn. Dus als er... Op jullie matchen zeg je op kwaliteiten en op dat soort dingen. Dus dan is er minder ruimte misschien voor discriminatie dan als er weinig informatie over mensen beschikbaar is. Dus ik denk dat dat ook een interessante vraag is om te beantwoorden vandaag. Welke informatie is belangrijk om dit soort selectieprocessen op basis van eigenschappen die je niet wil te voorkomen? En hoe kan het focussen op kwaliteit? Dus ik denk dat dat interessant is om het over te hebben vandaag. Onze vierde spreker vandaag is Dan Redepol van Peerbee. Dan, kun jij misschien antwoorden of discriminatie een probleem is op jullie platform en of jullie daar iets mee doen? Ik moet eigenlijk tot mijn spijt zeggen dat ik daar onvoldoende zicht op heb. De klachten zijn zeer, zeer zeldzaam. Ik kan me volgens mij in alle jaren 1 klacht herinneren. Maar dat wil niet zeggen dat het niet aan de hand is. Ik denk dat je daarvoor zou je waarschijnlijk een statistische analyse moeten doen.
En wat volgens mij het onderwerp al naar voren kwam, het is soms heel moeilijk in te schatten voor het slachtoffer van discriminatie. Wat een reden is, of tenminste dat iemand wordt afgewezen. Hè? Dat je weet niet of het discriminatie was of niet, want je kent de omstandigheden niet die aan de andere kant spelen. Ik denk dat dat bij ons ook veel geldt. Ja, als je een oproep plaatst om iets te lenen, ben je dan en je krijgt geen reactie, heeft dat dan iets te maken met je naam en je profielfoto? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten natuurlijk. De andere kant is anoniem en stil, wat maar zeggen. Dus ja, wie zal het zeggen? Maar gebaseerd op de onderzoeken die jullie net gepresenteerd hebben, kan je er niet omheen dan te zeggen, nou, het is waarschijnlijk dat het bij ons ook speelt. Ja. Ja. En want jullie hebben in principe natuurlijk data over wie er spullen van wie heeft geleend. Hebben jullie daar wel eens gekeken of je daar eigenschappen vindt waar mensen op selecteren? We hebben analyses gedaan bijvoorbeeld op basis van afstand. Speelt dat mee? Maar we hebben nooit analyses gedaan op basis van naam of foto. Althans, wat we weten dat dat spullen met een foto worden meer gehuurd. Ja, die context weten we wel. Wat speelt nog meer mee? De lengte van een oproep. Iemand die meer schrijft, heeft een grotere kans op een antwoord. Dus in die zin kan taalvaardigheid kan ook al een rol spelen. Wat we misschien wel trouwens zien, ik heb dat niet statistisch, maar kwalitatief heb ik de indruk dat oproepen in het Nederlands een betere response rate hebben, een hogere response rate dan oproepen in het Engels bijvoorbeeld. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Martijn, zijn er inmiddels vragen in de chat? Ja, iedereen die vragen heeft, die kan ze posten in de chat en dan komen we daar zo nu en dan op terug. Ja, eentje van een bekende, Renze. Die vraagt dat aan Laurens. Partner lijkt discriminatie tegen te gaan door zelf te matchen. In plaats van gebruikers zelf te laten kiezen. Klopt dat? Of, Nee, het is niet helemaal waar. Wij doen suggesties, maar we laten wel degelijk de gebruiker zelf kiezen voor een klus uiteindelijk. Dus dat is niet helemaal waar. En daarmee denk ik ook dat je daar haast niet aan ontkomt dat voor de gebruikersbeleving je die gebruiker zelf de keus wil laten doen. Maar dat betekent wel dat je hem zou kunnen beïnvloeden. Dus wat ik me kan voorstellen, dat je dus gewoon meer kwalitatieve informatie over die gebruiker gaat vinden, zodat je kan voorstellen, bijvoorbeeld het motordeelplatform, bijvoorbeeld even de gebruiker, wat jullie het introduceerden, daar kan je zeggen van, nou ja, deze gebruiker heeft inderdaad al 16 keer een motor gehuurd, maar van deze gebruiker weten we dat die dezelfde hobby's heeft, of bij je in de buurt woont, of dat je dezelfde gezamenlijke connecties hebt. Dat blijkt ook zo'n heel belangrijke vertrouwensfactor te zijn, van die kent ook die. Ja, en dan kun je zeggen, oké, hij heeft weinig ratings, maar hij komt wel naar boven in de algoritme. Laat je gebruiker alsnog zelf kiezen, maar door hem dan naar boven te halen, kan je alsnog een goede match suggereren. En dan kan je ook zo'n gebruiker weer aan ratings helpen. Ik denk dat de meeste mensen inmiddels wel gewend zijn geraakt met ratings. En dus ook wel dat je daarheen kunnen kijken dat iemand die net nieuw op platform is, dat zie je vaak ook door een datum erbij te zetten. Ja, natuurlijk heeft hij geen ratings, maar dat kan dan juist weer een aanleiding zijn om iemand wel te helpen. Dus je kan ook wel vertrouwen in die gebruiker leggen. Ja, klopt. Goeie. En ik denk ook aan het belangrijke dat het uiteindelijk ook uitmaakt wie de match maakt. Als het inderdaad een automatische match is, dan zal het waarschijnlijk veel minder voorkomen dan bij een specifieke match. Waarbij ik net ook één voorbeeld ken van een schoonmaakplatform die eigenlijk merkte dat op het moment als de klant mocht kiezen welke schoonmaakster hij of zij wilde hebben, dat er heel veel discriminatie plaatsvond. En volgens hebben ze dat omgedraaid. Oftewel, de vraag van de klant ging uiteindelijk, werd eigenlijk doorgeschoten naar de schoonmaaksters. En daarmee was ook dat probleem even grotendeels verholpen. Dus ook juist in het design van je platform kun je er ook heel veel keuzes in maken. Ik heb nog een vraag van Koen komt binnen. Als je iemand via een platform inhuurt, kan deze persoon de opdracht ook door iemand anders laten uitvoeren? Dat mag ook, zo meen ik, omdat je freelancer bent en je opdracht mag doorverkopen. Dat is dan vooral ook voor Youngmans ook het geval. Komt dat vaak voor en is degene die de opdracht aanneemt dan vaker iemand met een Nederlandse naam of dan van buitenlandse afkomst? Goeie vraag. Dat hebben we nog niet onderzocht. Het gebeurt eerder als bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld geen btw-nummer heeft en al wel wat extra zou willen werken. Zoals bij ons ook bijvoorbeeld een cap. Maar ik zou, ik denk ook, als ik met Judith hierover gehad,
volgens mij hebben wij heel veel data. En kunnen wij hier, data ligt niet. Als ik gewoon inzoom op een willekeurige klant en ik kijk in de favorietenpool, ja, dan zie ik, dan zie ik ook wel of er bijvoorbeeld heel veel Nederlandse namen bij zitten of buitenlandse namen. Dus dat kun je gewoon letterlijk zien. Alleen, we hebben zoveel meer data waar je zo in kunt duiken. Dat ik zeg van, joh, ja, kijk, als iemand daar eens een keer een onderzoek naar gaat doen, dan zijn we ook heel erg bereid om daar eens met elkaar naar te kijken. Hè? Gewoon, je kunt dat gewoon heel, heel simpel, anoniem, kun je die data weergeven. Want ik geloof, ik geloof echt wel dat, dat er mogelijkheden zijn om dat op te lossen, om daar dingen aan te doen. Hoe zie je de verantwoordelijkheid van platformen in dit verhaal? Want wat uniek is aan die platformeconomie in vergelijking met de traditionele economie is juist die hoeveelheid aan data. Dus in principe zouden platforms kunnen weten in welke mate dit voorkomt op hun platform. Dus, hoe zie je dat stap 1. En er is nog nooit iemand die het aan ons letterlijk heeft gevraagd. En wij hebben gewoon de tijd er nog niet voor genomen of gehad. Om dat te bekijken. Maar ja, goed, er werken wekelijks werken er 2.000-3.000 mensen via ons platform. En dat is iedere week weer iemand anders. En er zitten ook natuurlijk gebruikers bij die het vaker gebruiken. Dus daar heb je heel veel data aan. En wat je ziet is dat wat je wel ziet is dat het de stap naar die arbeidsmarkt wel verlaagt. Want je hoeft natuurlijk niet een je hoeft natuurlijk niet een echt cv te maken. Het is gewoon op basis van wat heb je gedaan. Het is alleen de eerste stap. En daar komt het straks ook al even over. Hoorde ik iemand ook al over. Maar joh, als je nog die eerste rating, die moet je even binnen hebben. En ik merk wel op het moment dat dan mensen eenmaal een rating hebben, ja, dan is je profiel zoveel meer waard. Want dan zie je ook of iemand is komen opdagen. Je ziet ook bij wie die heeft gewerkt op het platform. En dan heb je veel meer trust. Eigenlijk wat Laurens net al zegt. Dan ben je ineens zoveel meer waard. Dus ik geloof ook in de portabiliteit van je data mee te kunnen nemen. Dat, ja, die combinatie maakt dat je al veel eerder uitgekozen wordt. En dat maakt volgens mij, als ik het bij ons bekijk, maar dat zou ik moeten uitzoeken, maar mijn gevoel zegt dat dan veel minder uitmaakt hoe je heet of welke foto je hebt. Ja. Trouwens, Judith, Joost is weer aangehaakt. Ik had even een verbindingsprobleempje. Dus, top. Ja, Joost, zou je misschien verder willen gaan? Zou je verder willen gaan waar je gebleven was, als je het nog weet? Ja, nee, ja, ik heb hem mogen spreken en gelijk viel de connectie weg. het is inderdaad, wat wij voornamelijk merken, is dat je minder inzichten hebt in of iemand nou een discriminerend, verzoek wil ik niet zeggen, maar of iemand nou discriminerend reageert of niet. Want normaal gesproken heb je contact met een klant en dan stel je iemand voor en die zegt dan van, het is niks op basis van dit en dit en dit. Maar bij ons reageert de student op een opdracht en het bedrijf kan er zelf kiezen welke student kiest. Dus ja, het is heel lastig om te zien of dat nou is dat iemand kiest om wie zijn achternaam het is, of dat iemand kiest op basis van zijn reviews. En dat is inderdaad wel iets wat onderzocht zou moeten worden, vind ik eigenlijk. Omdat die platformen die komen heel erg op de laatste tijd. En ja, hoe meer onderzoek, hoe beter, vind ik zelf. En voornamelijk, het is gewoon een hot topic, een platform. En daarmee komt ook discriminatie kijken, want dat hebben jullie net onderzocht. En daaruit bleek dat het wel degelijk gebeurt. Ja, jullie zijn een vrij nieuw platform. Nu je dit weet, het hele discriminatieverhaal in je achterhoofd, zou dat iets zijn waar je in het design van het platform rekening mee zou willen houden? En wat zouden dingen zijn die je zou overwegen dan bijvoorbeeld? We zouden wel rekening mee kunnen houden. Ik weet nu alleen 1, 2, 3 niet zozeer hoe. Maar we zijn wel bezig om studenten aan te bieden als iemand een opdracht plaatst. En dan hadden we het idee om studenten aan te bieden die nog geen review hadden. Om die juist te pushen om een eerste review te krijgen. En zodoende aantrekkelijker te zijn voor bedrijven om aan te nemen. Alleen op basis van discriminatie hebben we nog niet zo 1, 2, 3 het antwoord daarvoor klaar liggen. Nee. Maar ik zou wel willen inhaken op dat dingen die net gevraagd en gezegd zijn. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als platforms iets kunnen doen hieraan. Tegelijkertijd zie ik ook allemaal uitdagingen.
in hoe pak je dat dan aan? Maar ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat we dat gaan uitvogelen. Hoe je het aanpakt en hoe je het verbetert. Ik persoonlijk sta niet helemaal achter de gelet op wat we net gezien hebben. Niet achter de opmerking dat de gebruikers van het platform het wel zelf al de juiste keus maken. Dat volgens mij, ik zie hierin dat een discriminerende keus is. Dat kennelijk is wat er gebeurt als je geen enkel mechanisme daarin aanbrengt om daar te compenseren. Wat ingewikkeld is, denk ik, is, ik heb een paar dingen die ik dan meteen bedenk. Van wij sturen binnen een platform op basis van data inderdaad. Dus we kijken, is er, als wij iets aanpassen, wat is het effect daarvan? Als je dat zou willen doen om discriminatie te voorkomen, dan zou je dus mensen moeten profileren binnen het platform als man of vrouw, of als Nederlands of niet-Nederlands. Dat soort segmentatie binnen een platform, dat is eigenlijk al meteen een soort, ook privacy technisch een heel vreemd ding. Volgens mij, ik weet niet eens of dat mag van GDPR. Ik denk het eigenlijk niet, want het is niet informatie die strikt noodzakelijk is om dat te doen. Dus dan zou je kunnen gaan kijken naar anonimisering. De uitdaging die je daar hebt is dat wekt denk ik geen vertrouwen. Dus je moet heel goed gaan kijken naar hoe kun je iedereen eigenlijk een op hetzelfde niveau brengen qua vertrouwd of niet vertrouwd worden. Zonder dat je het algehele vertrouwensniveau op een platform naar beneden haalt. Dat schiet ook niet op als het platform voor iedereen minder goed gaat werken. En wat vind je bijvoorbeeld van de suggestie die ik hoorde ook van Laurens om niet minder informatie per se, maar juist meer informatie over mensen te gaan geven die niet samenhangt met dat soort, met kenmerken als etniciteit en geslacht. En die wel relevant is voor dit soort transacties. Ja, ik vraag me af of je dan niet hetzelfde startprobleem hebt. Of je dan niet dat dus mensen die dit buiten de boot vallen, daarin dan ook buiten de boot vallen. Omdat ze misschien minder netwerk hebben in Nederland. Dat weet ik niet, maar dat kan ik me zo voorstellen dat je daar, net als met die rating, dat je daar dat aanvangsprobleem niet mee oplost. Dus dan zou je op zoek moeten naar informatie die niet zo'n soort factor in zich heeft. En wat zou dat dan zijn? Wat zou dat kunnen zijn? Je kan hele universeel menselijke dingen aangeven misschien. Ik heb twee broers en een dochter. Misschien dat algemeen menselijk herkenbaar is. Waar ik aan zit te denken is een koppeling tussen platforms. Dus als op het moment dat je het vertrouwen, je trust van één platform mee kan nemen naar een ander, dan kan dat ook al helpen. Ja, maar dan zit je nog. Dan moet er toch op één platform ergens dat begin gemaakt worden. Dus als ik naar dat grafiekje kijk, waarbij de gele lijn boven de blauwe lijn blijft vanwege dat aanvangsvertrouwen, dus het stapelt. Dus ik vermoed dat niet de hele oplossing is. Dat je dan toch een soort van begin moet creëren ergens. Waar ik dan aan zit te denken is, kunnen we niet wat meer naar bijvoorbeeld onderwijs kijken? Kan je niet een profiel meekrijgen uit een opleiding of waardoor je waardoor je geholpen wordt door het middenoverheid om dat soort informatie over iemand beschikbaar te stellen van joh, dit is gewoon gevalideerde Nederlander opleiding en dat je dat soort informatie gaat helpen om je vertrouwen te bouwen. Maar juist op veel klusplatformen of werkplatformen wordt toch gezegd dat traditionele diploma's er steeds minder doen. En het gaat meer om je skills, om je vaardigheden en je ervaringen. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat je je portfolio met skills en ervaringen meeneemt uit je opleiding in plaats van welk diploma je hebt gehaald. Het hoeft niet eens een PhD te zijn, maar dat je gewoon zegt ik heb deze skills behaald. Ja, en dan, maar dat moeten dan wel skills zijn die ook relevant zijn voor de context van dat platform. Hoeft niet eens. Skills op het gebied van samenwerken, skills op het gebied van werk, skills op het gebied van gewoon dat je actief bent geweest, dat je een profiel hebt, dat je bestaat. Want in feite, waarom kiest een gebruiker niet voor iemand die geen vertrouwen heeft? Het is iemand die me gaat oplichten, die komt opdagen, die slechte kwaliteit levert. Maar als er iets van vertrouwen is, en vertrouwen kan uit een hele andere hoek komen, dan denk ik van ja, ook al iemand kan een hele betrouwbare glazenwasser zijn, dan kan ik denken, oké, kom maar mijn hond uitlaten. En dat hoeft niet een directe link te hebben, maar ik moet gewoon vertrouwen in een bepaalde persoon hebben.
En het feit dat iemand Nederlands spreekt is al blijkbaar meer vertrouwen dan het feit dat iemand Engels spreekt, omdat het gewoon iets van dichterbijheid brengt. Nou, hoe meer factoren we dus kunnen inbrengen die ook die dichterbijheid simuleren, het gevoel geven, hoe groter de kans dat iedereen mee kan doen. En hoe zit het, want ik denk dat ook een van de voordelen van die platformen is dat je vrij compacte informatie hebt. Dus je kan snel zien met wie heb ik te maken en welke keuze ik maak. En het gaat vaak denk ik niet om een keuze als je of je iemand aanneemt voor een baan van 2 jaar. Het is denk ik een andere keuze dan of je iemand aanneemt voor een klus van 2 jaar. En hoe zien jullie dan de balans tussen snel die keuze kunnen maken op basis van de meest relevante informatie en genoeg informatie hebben om niet te hoeven discrimineren op basis van etniciteit bijvoorbeeld? Nou, kijk, ik moet wel aansluiten bij wat Laurens zegt. Het gaat natuurlijk wel weer terug op die trust. En trust ontstaat door variabelen die zijn ontstaan door eigenlijk bewijs wat je in het verleden hebt opgebouwd. Terugkomend weer op van, bij ons heb je een gedeelte wat je zelf kunt invullen. Ja, dan kun je natuurlijk alles invullen wat je wil. Je kunt zelf een foto kiezen, die kan je, het maakt niet uit wie dat is. Daar kun je zelf doen wat je wil. Dus daar kun je geholpen worden. Maar de ratings, je skills die je hebt opgebouwd in die klussen. Maar ook, ben je altijd opkomen dagen op een klus? Of was je te laat? Of dat soort dingen worden bijgehouden. Maar ook bij wie je hebt gewerkt via ons platform. En we zien wel, op het moment dat die dan vaker hebben gewerkt, dan worden ze gewoon echt gemakkelijker uitgekozen. Dus ja, dat zou hetzelfde zijn als dat ik via Marktplaats iets koop bij iemand die nog geen ratings heeft. Ja, dan ga ik ook uit van trust. Maar wat heeft het platform al echt voor hen vastgelegd? En misschien ook wat de Laurens zegt met je studie. Wat is daar al bewezen? Wat is daar vastgelegd? En eigenlijk wil je dat het toch ook in een soort van skillspaspoort komt. Heel breed. Waarvan je zegt van, joh, dit heb ik echt opgebouwd. En dit is een bewijs van het feit dat ik betrouwbaar ben. Martijn, wil jij hier iets aan toevoegen als expert skillspaspoort? Ik zie Koen steeds een vraag willen stellen. Ja, ik zeg even, Koen, die vroeg wel een vraag. Nee, even concreet hierop. We zijn inderdaad bezig met 6 platformen, plus platformen, om te kijken naar een export van die reputatiedata naar en een digitaal cv. Zodat je ook die ervaring ook kunt gebruiken verder op de arbeidsmarkt. Want je juist ziet dat platformen waar de match automatisch is, eigenlijk veel inclusiever zijn. Zeker bijvoorbeeld bij een Deliveroo. Zie juist heel veel mensen die met een migratieachtergrond, die eigenlijk overal worden genegeerd, die wel kunnen gaan fietsen via Deliveroo. Nou, dat is een mooi begin, maar niet natuurlijk voor de rest van je leven. Dus gaan we kijken, kun je dat naar een digitaal cv doen? En inderdaad kun je dat ook naar een bepaald bestand exporteren, dat je ook die informatie ook weer kunt importeren in een nieuw platform. En daar heb je uiteraard wel weer het probleem van mensen zonder enige ervaring, dat daar het gat groter wordt. Daar moeten we echt naar gaan kijken. Maar daar zijn inderdaad wel behoorlijk veel verschillende oplossingen voor te bedenken. En daarnaast merk je ook natuurlijk dat heel vaak ook die platformen ook in het proces ook bepaalde dingen die we normaal als discriminatie zouden benoemen, of in ieder geval zeker juridisch, ook institutionaliseren. Bijvoorbeeld een platform voor oppassers. Stel bijvoorbeeld een Franse expat met kinderen. Ja, die wil erg graag een Frans sprekende oppas. Alleen juridisch gezien, mag je dat niet zo benoemen in de advertentie. Dus daar liggen ook wel wat nieuwe problemen in. En als het laatste denk ik dat je uiteindelijk inderdaad heel goed moet nadenken. Ja, welke informatie is nodig voor die match? Bijvoorbeeld een couriersplatform wat ik ken, die stuurt bijvoorbeeld geen informatie over de klant bij een aanvraag, maar puur informatie over hetgene wat moet worden verscheept van waar naar waar. Verder geen informatie over die klant. En zeker op het moment als natuurlijk ook die platformen steeds grotere volumes gaan draaien bij grotere klanten. Dus zeker ook echt de meer de business platformen, als bijvoorbeeld een Young Ones, maar bijvoorbeeld ook een Temper. Daar vat ik dat ook gewoon steeds meer automatische goedkeuringen gaan plaatsvinden. Hetzelfde zag je ook bij Airbnb gebeuren, bij Snapcard gebeuren. Dat eigenlijk mensen die regelmatig diensten afnemen via een platform, dat die eigenlijk automatisch een soort van automatische goedkeuringsproces aanvinken. Zodat ze niet handmatig nog een keertje een goede match hoeven goed te keuren. En daar liggen denk ik ook heel veel mogelijkheden in. En had Koen ook nog een vraag of een bijdrage? Ik had een vraag aan platformen. Denken jullie dat het een deel van het probleem opgelost kan worden door je onboarding anders te organiseren? Ik herinner me dat Werkspot mij vertelde dat ze om referenties vragen voordat ze een klusser op hun platform laten. En die referenties bellen ze ook wel eens na.
En dan kan je in ieder geval reputatie offline, zeg maar, ook meenemen online. En voor het platform is het een manier om de overall vertrouwen, wat Daan zegt, omhoog te houden. Want je kan dan ook tegen je klanten zeggen, dit is onze onboarding procedure. Of denken jullie dat het juist weer een barrière opwerpt? Het punt van Daan blijft natuurlijk wel staan dat je het vaak hebt over mensen die überhaupt al lastige referenties hebben en lastiger netwerk hebben. En dan dus kom je juist, ga je anderen die dat makkelijker zouden kunnen opdoen, mogelijk bevooroordelen. Maar het onderbouwt wel het punt van hoe meer informatie je kunt krijgen, hoe groter de trust. Dus deels ja, deels nee. Ja. Daar sluit ik me bij aan. Dat is eigenlijk het voorbeeld van, dan zet je er eigenlijk iemand tussen die gekwalificeerd is om een soort van selectie te maken. Daarmee zeg je dan dat de eindklant het misschien moeilijker vindt om die selectie te maken. Dus dan zou er altijd iemand tussen moeten. Want dat doe je, we doen al een welkomstgesprek. Maar daar selecteren we niet. Maar daar kijken we echt naar van, joh, ja, helpen je vooral van, heb je nou gewoon alles ingevuld? Zodat je profiel volledig is en dat je een goede kans maakt om uitgekozen te worden. Want ja, goed, uiteindelijk zijn we natuurlijk ook bij gebaat als iedereen uitgekozen wordt. Dus je probeert ze ook te helpen. Ik geloof wel in zo'n onboarding dat je referentiecheck zou kunnen doen. Dat zou je dan een soort van, ook weer als een validatie van een eerste rating kunnen zien. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Het is alleen heel arbeidsintensief om dat te doen bij 300 mensen per week. Nieuwe mensen, zeg maar. Dus maar ik geloof daar wel in. Ik denk dat het, ja, dan bouw je wel weer wat trust op. Voor mij is het echt heel duidelijk. Potentieel kunnen we hier heel veel in doen. Als platform-ondernemers met algoritmes en noem maar op. Maar het is gewoon werk. 1. Niemand vraagt ons hier op dit moment actief naar. 2. Het is maar de vraag, als we inderdaad dat wel gebeuren, wat is de incentive om dit ook te gaan doen? Want heel eerlijk, als platform wil je gewoon een goede match. Ja, als die gebruiker tevreden is. Ja, als er een discriminerende gebruiker is, het is wel een klant. Moet ik hem dan gaan opvoeden? Of wil ik hem gewoon als klant houden? Is wel een ethisch dilemma. Het vergt een extra investering. Die vraag is of die economisch rendabel is. Dus je doet er echt een appel op een dieper ondernemerschap dan puur het zakelijke ondernemerschap. Op het hart eigenlijk van de ondernemer. En dan kom je in een situatie terecht. We hebben het allemaal over startende ondernemers hier. We hebben het over startende bedrijven. De een al wat groter dan de ander. Maar iedereen heeft gewoon nog steeds bestaansrecht te winnen. De grote bedrijven zijn allemaal gefund met externe financiering. Het is allemaal een hele startende markt. Dus daar is eigenlijk heel erg weinig ruimte om dingen extra te doen. Ja. Dus ja, je vraagt nogal wat. En dan kom ik op mijn hoofdpunt, waar we het voor mij ook moeten hebben. Is het niet überhaupt hier buiten deze platform-economie-wereld het probleem groter dan hier binnen? Waardoor we niet gewoon kunnen zeggen, laten we deze hele wereld eerst maar stimuleren en wat volwassener maken. En dan komt dat probleem van buiten misschien nog veel meer binnen. En dan hebben ze pas het moment om het hierover te gaan hebben in deze context. Want ik schrok ook eerder wel een beetje, eerder gezegd, een beetje van de associatie tussen die twee. Discriminatie en platformeconomie. Zo pats op de social media. Ik dacht, oh ja, hebben we iets gevonden om de platformeconomie zwart te maken. Terwijl potverdikkie enorm veel kansen bieden. Juist op dit thema. Dus is het niet juist aan ons om te laten zien dat we hier een enorme, alleen al door wie we zijn en wat we doen, al een enorme bijdrage leveren. Nog zonder dat het een extra inspanning van ons vergt om binnen die platform algoritmes dingen te gaan zitten doen. Dat het inderdaad beter is op platforms. En ik weet het niet. Ik vraag me af of het niet gewoon precies hetzelfde is. Nee, weet ik. Ik heb geen idee. Dus interessant. Zijn er vergelijkende cijfers met selectie binnen platformen en buiten platformen in vergelijkbare situaties? Voor zover ik weet niet. Maar ik denk dat dat wel een interessante richting is. Maar wat Lex en Renze eerder ook al uitlegden, is denk ik wel heel lastig om een directe vergelijking daarin te maken. Maar dat is denk ik wel iets waar onderzoek bij zou kunnen helpen. Ook wat iemand zei eerder iets over dat het mag niet eens om informatie te vragen, bijvoorbeeld over etniciteit van gebruikers. Maar dat is natuurlijk misschien wel iets waar wij als onderzoekers bij zou kunnen helpen. Want in het geval van de motordeeldata hadden wij geen informatie over de etniciteit, want dat vraagt dat platform uiteraard niet. Maar dat hebben wij aan de hand van, wij hebben etniciteit geschat door basisadministratie te combineren met voornamen. Dus met dat soort dingen denk ik dat onderzoek daar misschien ook wel een rol in kan spelen om die vergelijking te maken.
Nee, maar ook wel een beetje aan bij Laurens. Ik denk dat platformen juist de wereld alleen maar makkelijker maken. Dus dan zeggen hoe slechter de wereld van buiten is, hoe makkelijker het is om dat in een platform hetzelfde te doen. Dus het is meer een kwestie van de wereld van buiten aanpassen. En daardoor wordt de platformeconomie automatisch ook aangepast. Ja, het maakt het ook transparanter. Hè? Dus daardoor denk ik dat dus onderzoek bij ons heel veel gemakkelijker is. En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon wel, moeten we wel beseffen, is het de eindgebruiker die beslist. Ik beslis of ik iets bij jou op Marktplaats koop. Ik beslis als klant wie ik uitkies op ons platform. Dus met al die platformen gaat het gewoon om de bewustwording bij die eindklant, bij die eindgebruiker. En die wil je bewuster maken. En volgens mij ligt daar ook de oplossing. Dat je, als je die bewuster kunt maken, kunt stimuleren om een eerlijkere keuze te maken. Daar ligt volgens mij uiteindelijk de grootste win. Ja, en hoe heb je ideeën van hoe je dat zou willen doen? Nou ja, dus je kunt ze al meenemen. Hè. Het feit dat voor mij nu hetzelfde, dat wij hier nu met elkaar daarover spreken, dat je er even uitgaat. Volgens mij is dat voor iedereen zo natuurlijk. Met van joh, ja, hè, er moet een bepaald pijn gevoeld worden. Dus je zou ze kunnen stimuleren, of je zou ze op een bepaalde manier mee moeten kunnen nemen. Alleen waar ik wel van weg wil blijven met mijn platform, is dat wij voor hun de keuze gaan maken. Want dat is niet wat wij, dat is ook niet onze core. Wij zijn geen recruitmentbureau of iets dergelijks. Jij moet de keuze, net zoals bij een Uber, moet jij de keuze zelf kunnen maken. Dus ja, ik, dan geloof ik meer in gewoon in bewustwording. Dat zijn uitkomsten van onderzoeken van ons platform. Of op het moment dat je gaat kiezen, dat je op een of andere manier getriggerd kunt worden. Maar ja, wij moeten daar wel voorzichtig mee zijn. Dat we daar niet andere mensen weer voor het hoofd stoten. Omgekeerd zou ik ook toch heel voorzichtig willen zijn als het gaat om het neerleggen van alle verantwoordelijkheid bij degene die de keus maakt. En ik moet er om te beginnen wel even zeggen, ik denk, we zitten hier met Nederlandse platformen bij elkaar. Dat betekent dat geen van ons allen is een Uber of een Airbnb of een Facebook. We hebben niet die macht, die kracht, die afdelingen met duizenden programmeurs die algoritmes zitten te verzinnen. Nee. Dus ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen het platform en het platform. Je hebt zeg maar de kruidenier op de hoek, het platform. En je hebt de Amazon, het platform. En ze verkopen alle twee spullen. Maar dat maakt niet dat je ze op dezelfde schaal kan beoordelen. Maar ik denk wel dat het, als een van deze platformen hier zo groot wordt als een Facebook en zoveel macht krijgt over een bepaald onderdeel van de samenleving, in het geval van Facebook informatievoorziening, ja, als je dan algoritmes hebt ontwikkeld die op de een of andere manier een bepaalde bias bij mensen versterken, zoals Facebook, hè, daar komt alleen maar de grootst mogelijke onzin, die wordt daar het meest geliked en geshared. Als je diezelfde kant op gaat hoe mensen hun werk gaan verdelen, omdat je ergens in je algoritme geoptimaliseerd hebt voor iets wat in het begin heel erg lekker leek te werken, maar waar je op grote schaal achterkomt, dit is echt samenleving verwoestend, ja, dan hoop ik dat wij iets meer verantwoordelijkheidsgevoel laten zien dan Mark Zuckerberg, die daar voor mijn gevoel toch die verantwoordelijkheid vooral weg probeert te houden en daar niet veel stappen in wil zetten. Wil een van de andere platformondernemers daarop reageren? Of zijn er nog vragen uit het publiek? Ik wil er wel op reageren. Deels 100% eens. En ook een ander perspectief. Ik geloof ook als we Mark hier aan tafel zouden hebben en we zouden gewoon ook met Facebook hierover hebben, dat hij echt zegt, ik doe alles wat in mijn vermogen ligt om informatie zo goed mogelijk aan te bieden aan mensen. En laten we ook even de wereld buiten Facebook vergelijken met de wereld op Facebook. Dankzij mij wordt er überhaupt veel beter informatie gedeeld. En ja, dan wordt er ook een beetje non-informatie gedeeld. Maar laten we even kijken wat er dankzij mij aan goede informatie wordt gedeeld. Dus het feit dat er überhaupt een platform is, is gewoon heel positief op informatie delen. En ja, dan kan je nog kijken daarbinnen. Maar we gaan naar dat eerste feit voorbij. We straffen hem omdat het niet helemaal perfect heeft. Maar we belonen hem niet voor het feit dat hij er überhaupt is. En daar zou ik dan die nuancering wel eventjes aan willen brengen, als we het hier met elkaar over hebben.
toch eerst even benadrukken. Die platforms gaan überhaupt een enorme toegang tot werk en tot talent met mensen met elkaar in verbinding brengen. En dan wellicht kunnen we nog iets optimaliseren met elkaar. En daar mogen we best kritisch op zijn, want je hebt op zich gelijk gedaan met het punt. Maar ik miste het andere punt. Jullie willen misschien nog even kijken naar wat vragen nog uit de chat. Ik denk inderdaad, Steven, misschien is Mark Zuckerberg niet het juiste voorbeeld, wat natuurlijk wel een behoorlijk uiterste is. Maar inderdaad, Steven, wat ook Laurens en Daan aangeven, uiteindelijk inderdaad, de platformen bieden heel veel kansen. Maar ja, uiteindelijk zitten er inderdaad ook altijd een paar downsides aan. Waar je het goed moet gaan kijken van ja, hoe kun je het best maken. Dus enerzijds kun je het noemen als wantrouwen naar. Ik zat meer onder de draaien naar een vraag om meer ambitie. Zo breng ik aan in de positieve kant van het verhaal. Er was nog een opmerking ook vanuit Jesper. Die ook zei, Jesper Reuser, die zei van, bedoel je dat dat de ratings ook niet objectief vrij van discriminatie zijn? En daarmee institutionaliseer je eigenlijk ook een bepaalde bias. Oftewel, de vraag is natuurlijk van ja, in hoeverre je ook die ratings leidend moeten maken, ook in die matchmaking. Omdat daar in principe ook natuurlijk al een bepaalde discriminatiebias in zit. Omdat ze zijn gegeven door de gebruikers. Ik weet niet, Judith, of jij daar ook iets over kunt zeggen? Ja, ik heb in de context van het motordeelplatform daarnaar gekeken. En daar vonden we, als ik het goed zeg, geen verschil tussen de gemiddelde rating die iemand met een migratie- en zonder migratieachtergrond kreeg. Of zelfs misschien net iets meer sterren voor iemand met een migratieachtergrond. En ik heb laatst ook een onderzoek gelezen waarin wel een klein verschil ten nadele van mensen met een migratieachtergrond werd gevonden. Maar daar is nog geen definitief antwoord. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is inderdaad in deze discussie of reputatie überhaupt gaat helpen voor discriminatie. Ja, een hele goeie. En dat ook eentje vanuit Elke Brugmans die ook aangeeft van dat vertrouwen het codewoord is. Is de sleutel tot succes niet dat de matchmaking deels geautomatiseerd wordt en dat juist de pasweekonomie daarin het verschil kan maken? En ik denk ook wel ook, nog even aanvullend ook op de woorden ook van Laurens daarin. Even kijken, en dat waren volgens mij de vragen die nu voorbij zijn gekomen, behalve aan met andere mensen die er vandoor moesten. En, Er zijn nog handen van Koen en Lex trouwens, Martijn. Oké, Lex. Ik was ook even terug aan het gaan naar mijn slide. En tot nu toe werd bijvoorbeeld ook met mogelijke oplossingsrichtingen. Zo werd er gesproken over de gelegenheidsstructuur aanpassen om wel of niet meer informatie toe te voegen. Bewustwording en normzetting. Maar ik hoor heel weinig over afschrikking. En ik vroeg me af in hoeverre platforms zelf of misschien de overheid ruimte zien dat er bijvoorbeeld mystery guests of een soort van veldexperimenten worden ingezet om actief te monitoren of dat er wordt gediscrimineerd door gebruikers. Zien jullie daar iets in of juist helemaal niet? Of ik ben wel heel erg benieuwd wat het oordeel daarvan is. Veel te vroeg. Kom over 10 jaar maar terug. Het zou in ieder geval wel een manier zijn om binnen GDPR dit soort onderzoek te kunnen doen, denk ik. Dus dan hoef je niet je echte gebruikers te gaan profileren, maar dan kun je bepaalde profielen, fictieve profielen opstellen en zien wat dat statistisch oplevert op je platform. Ik ben het met Laurens eens dat als een start-up is in principe bezig heel hard neer te storten, totdat hij een manier vindt om financieel in leven te blijven. Dus het is wel een grote vraag om dan te zeggen, nou, terwijl je al op het punt staat te pletter te vallen, vragen we je ook dit goed op te pakken. Dat is, dat maakt het niet de hele onderneming nog wel een stukje pittiger. Ja. Als het nodig is vertrouwen. Dit straalt geen vertrouwen uit. En als de overheid dit doet, want ik heb een aantal verkiezingsprogramma's gelezen en er wordt bijvoorbeeld gesproken over discriminatierechercheurs. Dus dat wordt vanuit de overheid gedaan in plaats vanuit het platform. Hoe kijken jullie er dan tegenaan? Dus dan is het dus geen actieve taak van een platform zelf? Dat klinkt wel heel erg gecontroleerd. Dat voelt niet heel erg goed. Dan heeft het platform er helemaal niks mee te maken. Dan gaat het gewoon platform bij een eindgebruiker meekijken wat die doet. Kan je volgens mij nog steeds het platform daar niet bij betrekken of niet voor aansprakelijk stellen. Ik geloof meer in die data die er nu is opgebouwd. Dat je daar iets mee kunt en dan vind je er in ieder geval iets van.
Nou goed, en daar kun je iets mee, daar kun je iets mee gaan doen. Maar, ik geloof niet in rechercheurs of in fake profielen dat er straks een opdrachtgever iemand kiest die helemaal niet kan uitkiezen. Ja. Nee. Dan gaan we volgens mij de verkeerde kant op. Ja, dus laten we dat vooral aan de focus leggen op de dingen die we gewoon binnen een platform kunnen doen. Ik denk ook belangrijk om te kijken ook naar de benchmark met de rest van de arbeidsmarkt. Dat was ook even een vraag met een andere workshop over de algoritme-accountants. Moet je platformen, omdat het digitaal gaat, opeens meer gaan controleren dan traditionele matchmakers, omdat het kan? En leg je dan ook geen oneigenlijke regeldruk op richting platformmiddelaars versus menselijke bemiddelaars? Dus ik denk dat dit nog genoeg vragen oplevert voor nog een paar uur verder discussie. Even kijken naar de tijd. De tijd voor de discussie is voorbij. Voorbij ging Rens nog even kort een wrap-up doen van vandaag. Dus Judith en iedereen, alle platformondernemers, dus Pim, Daan, Laurens en Joost, dank voor jullie bijdrage. Ik wil nog even op mijn essentiële opmerking maken, die ik aan het hele gesprek gemist heb. Volgens mij, het positieve van discriminatie, als je het even omdraait, is gewoon dat je gaat differentiëren. En dat je mensen in staat stelt persoonlijke voorkeuren te hebben. En dat is nou juist waarop we als platforms zo uniek zijn. En zoveel kansen hebben. Dus ik zou je dit ook even willen zien als, waarom accepteren we niet gewoon dat er mensen zijn met verschillende voorkeuren? Dat is heel iets anders dan mensen uitsluiten op etniciteit. Daar gaat het niet over. Maar wij zijn per definitie, doordat we juist een soort van discriminatie supporten, daar leven we bij. En die invalshoek die heb ik nog even helemaal niet gemist in het hele gesprek. We doen heel negatief over discriminatie, terwijl het eigenlijk ons bestaansrecht is. En dan mag je afsluiten hoor, maar ik dacht, die vond ik wel te waardevol om die even te laten liggen. Ja. Dank voor deze laatste bijdrage. Ik heb tijdens deze zeer interessante discussie een poging gedaan een lijstje bij te houden van de dingen die zo al genoemd werd. Het is best een lang lijstje geworden. Ik denk, voor ik daarop inga, wil ik toch ook even reageren op de opmerking van jou, Laurens, van het gevoel van waarom richten we onze pijlen nu zo nadrukkelijk op de platformeconomie en is het niet een veel breder maatschappelijk probleem dat eerst opgelost zou moeten worden? Dat wil ik als organisator van de workshop toch even iets rechtzetten, dat het zeker niet ons doel hier is om met de vinger speciaal te wijzen naar de platformeconomie. Te zeggen van hier gaat het specifiek fout en dat is de schuld van de platformeconomie of iets dergelijks. Het is zeker een groot maatschappelijk probleem. Misschien is het ook wel een groter maatschappelijk probleem buiten de platformeconomie. Dat is denk ik ook iets heel interessants voor onderzoek. Daar kom ik zo ook nog op. Maar ik denk dat er wel goede redenen zijn om specifiek naar de platformeconomie te willen kijken, of om het daarover te hebben. Omdat de platformeconomie ook in belangrijke opzichten anders is dan de reguliere economie. Bijvoorbeeld in sommige gevallen de nadruk op persoonlijke informatie en de sociale connectie, waardoor je die soort van paradox krijgt. Ja, het is ook weer gerelateerd aan je laatste opmerking van dat juist misschien discriminatie en ook ongewenste discriminatie bevordert. Een ander punt is dat, en dat is volgens mij ook iets wat Lex helemaal aan het begin noemde, is dat de platformeconomie in sommige opzichten ook een interessant soort van laboratorium is waarin we dit soort dingen kunnen bekijken. En in die zin ook iets kunnen leren wat misschien toepasbaar is in de rest van de samenleving. En een van de interessantste dingen aan de platformen is dat er heel veel controle is over het proces door de manier waarop je het platform inricht, instituties die daar inbouwt, allerlei mechanismen die daar inbouwt. En dat biedt heel veel kansen om enerzijds te leren over hoe dat soort processen werken. Er worden ook heel veel data verzameld automatisch, ook al vaak genoemd. Ook dat biedt heel veel kansen. En mogelijk
levert dat ook zeg maar anders soort oplossingen op die in de reguliere economie niet toepasbaar zijn. Dat is ook een reden om het specifiek over de platformeconomie te hebben. Maar misschien leren we ook dingen die daar buiten wel van toepassing zijn. En als laatste punt zou ik nog willen noemen, want het werd hier ook meerdere keren door verschillende van de platformondernemers genoemd, van ja, als startups hebben we het al druk genoeg, en is het nou juist aan ons om hier iets mee te doen. We moeten eerst zorgen dat we niet neerstorten, zoals Daan zei, voor we ons met dit soort dingen kunnen gaan bezighouden. En dat gevoel snap ik heel goed. Maar ik vraag me wel af of dit per se zeg maar liefdadigheid is, of dat er niet ook een groot belang is van de platformen om hier iets mee te doen. Want het is toch ook een deel groeipotentieel. Kijk, als een deel van de bevolking systematisch wordt uitgesloten door je gebruikers, of een deel van de bevolking systematisch moeilijker heeft om dingen te doen op een platform, dan heb je daar als platform toch ook last van. Als je echt groot wil worden, zul je toch ook moeten zorgen dat iedereen zich daar thuis voelt. Dus ik denk dat het ook zeker in het belang is van de platformen om hier iets mee te doen. Dat gezegd hebbende, even een paar zeg maar, algemene lijnen die ik zo in de discussie gezien heb. Dus het eerste wat we al genoemd hebben, zeg maar het verschil tussen platformeconomie en deeleconomie, is super interessant. Is denk ik nog te weinig onderzoek naar. Levert, waar we het ook over gehad hebben qua onderzoek, nog wel wat uitdagingen op. Maar dat is zeker denk ik iets waar we meer naar zullen moeten kijken. En ik heb zelf eerlijk gezegd daar nog geen hele duidelijke hypothese over wat dat verschil zou moeten zijn. Of het inderdaad erger is in de platformeconomie of juist niet. Maar dat is uiteraard heel interessant. Als we het hebben over zeg maar, wat kunnen platforms nou doen, hebben we een paar dilemma's gezien. Een van de dingen is dat meerdere platforms hebben genoemd van, we hebben hier eigenlijk nog niet zo heel veel inzicht in. En het inzicht krijgen hierin is, ondanks dat er heel veel data zijn, is lastig, omdat je daarvoor misschien ook informatie moet verzamelen die privacygevoelig is en wat je misschien helemaal niet mag of niet wilt verzamelen. Dat is ook best een uitdaging. In ons onderzoek hebben we daar workarounds voor gevonden die best uitdagend waren. Judith heeft het al even genoemd, het schatten van etniciteit bijvoorbeeld. Maar dat is denk ik ja, in dit soort In het wetenschappelijk onderzoek, maar ook in het zeg maar, beleid van platformen, is dat wel een uitdaging. Iets wat ook meerdere keren genoemd is, is de mogelijkheid om, als we gaan naar oplossingen, om reputatie mee te nemen vanuit andere contexten, referenties, maar ook reputatie van andere platformen. En ja, daar is het denk ik wel een goed moment om nog eens te benadrukken. Martijn heeft het al even genoemd, maar er is allerlei initiatief op dit gebied. Martijn timmert daar zelf ook aardig aan de weg met het kluspaspoort initiatief, waarin we juist ook, Judith en ik zijn daar ook bij betrokken, waarin we juist ook kijken naar wat is het potentieel van van het meenemen van reputatie van het ene platform naar het andere. En daar hadden we eigenlijk nog helemaal niet zo gedacht over dit onderwerp. Dus ik vind het heel leuk dat hier min of meer spontaan bij elkaar komt. Het zou inderdaad best kunnen dat zou kunnen helpen bij het tegengaan van discriminatie. Anderzijds versterk je misschien ook juist reputatie-effecten die het voor nieuwkomers weer moeilijker maken. En tot slot, ja, één vraag die zeker aan het eind prominent werd, is wie is hier eigenlijk verantwoordelijk? Is dat de gebruiker zelf? Zijn dat de platformen? Het voorbeeld van Facebook werd ik al genoemd. Dat is hier denk ik een goede vergelijking in de zin dat je daar min of meer dezelfde discussie hebt gehad. Facebook in de eerste instantie zei van ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor de content. En daar later onder grote druk een behoorlijke draai in gemaakt heeft. Ik vind dat in dit geval ook een hele interessante discussie. Het is wel een discussie die buiten mijn expertise gaat. Ik denk dat dat ook gedeeltelijk een ethische, juridische discussie is. Maar ik ben daar wel heel benieuwd hoe die discussie verder loopt. En ik ben er eerlijk gezegd niet zo zeker van
wat geloof ik Laurens aan het eind zei, dat als je bijvoorbeeld inspecteurs van de overheid zou inzetten, dat die per se achter de gebruiker aan zouden gaan, dat het platform niet aansprakelijk zou zijn. Ik ben geen jurist, maar ik ben daar wel benieuwd hoe dat zou uitpakken. Ik denk dat we het daarbij moeten laten. Ik zie nog wel heel veel dingen nu weer in de chat gebeuren. Martijn, heb jij de chat bijgehouden? Zijn er nog dingen die jij er even uit zou willen pikken ter afsluiting? Ja, in ieder geval wel nog wat losse issues. Wat voor Laus aangeeft, hè. Op zich alle platformen hebben eigenlijk aanbod genoeg. De uitdaging ligt vooral ook aan de vraagkant. Wat ook Koen ook aangeeft, is dat een ander voordeel is dat mensen die veel reviews hebben, niet nog meer opdracht krijgen die zo... bij freelance platformen mag je net ook iemand anders voor jezelf die klus laten uitvoeren. Als je freelancer bent en daardoor ook vrij de vervanging kunt regelen. Wat ook weer voor een soort van opeenstapeling van reviews kan leiden. Hoewel dat ook in het design van een platform kan worden aangepast. Van bijvoorbeeld één platform die je kent, die geeft bijvoorbeeld een aparte rating voor jouw vervanging. En de rating van de vervanger komt bijvoorbeeld niet weer op jouw profiel erbij. En dat ook een vraag ook van Koen of een voorstel van goh, zou je ook die discriminatie niet kunnen verminderen door het algoritme dat matches suggereert, niet alleen te baseren op het aantal reviews of de gemiddelde van reviews, maar op andere zaken als matching op skills of minder meer random. En dan heb ik ook een hele belangrijke opmerking dat we ook gewoon beter moeten gaan nadenken over op basis van welke variabelen we die selectie en die matching gaan doen. En daarbij misschien soms accepteren dat misschien een match misschien minder ideaal kan zijn uiteindelijk als je daarmee wel anderen een eerlijke kans geeft. Zeker ook bij platformen waar ook nieuwe gebruikers komen kijken. Dus in ieder geval nog genoeg weer voer voor discussie. En we zullen ook de vragen die niet zijn beantwoord tijdens de sessie ook nog in het los even beantwoorden, ook in het verslag wat we later rond zullen sturen. Mag ik één laatste vraag stellen? Na dit hele gesprek realiseer ik me dat hier een vergelijkbaar probleem speelt als bij duurzaamheid. Dat is de markt op dit moment geeft geen enkel incentive voor diversiteit. In tegendeel, het is een kostenpost. En dat geldt voor duurzaamheid ook. Dus organisaties die werken aan duurzaamheid, die werken aan inclusiviteit, die moeten allemaal extra investeren om dat voor elkaar te krijgen. En ik zou een overkoepelende vraag willen stellen. Kunnen we een samenleving inrichten waarin duurzaamheid en inclusiviteit geen kostenpost meer zijn, maar een marktmodel zou je kunnen zeggen. Namelijk dat bedrijven die dat goed doen, dat die het ook financieel beter doen. Want ik denk dat je dan echt een heel krachtig incentive krijgt voor heel veel organisaties om hier heel goed naar te gaan kijken. Ja, dankjewel voor deze laatste vraag. Dat is wel een vraag van de schaal dat ik niet verwacht dat we hier direct kunnen antwoorden. Dat je denk ik ook niet verwacht. Ik denk wel dat er heel veel onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt juist ook gemotiveerd wordt door het idee dat niet efficiënt is. En dat talent onderbenut blijft als je selecteert op de verkeerde dingen. Dus in die zin zou je denken dat er al wel degelijk een incentive is. Maar ja, het is inderdaad een grote vraag van hoe zorgen we er dan voor dat organisaties en bedrijven zich daar meer naar gaan gedragen. Bewustwording. Net als bij duurzaamheid. Bewustwording bij de eindgebruiker dat het toch echt beter is voor ieder individueel om een duurder product te gaan kopen. Is het hier ook bewustwording bij de eindgebruiker dat je dan wellicht het liever een duurder platform gebruik maakt waar ze eer extra alert op zijn. Als we zover zouden komen, dan zou het hele probleem in de samenleving niet meer zijn. Maar ik vind het wel een heel mooi einde vandaan. Ja, en je wordt ook in de chat nog wellicht een keurmerk genoemd. Wellicht ook een oplossingsrichting waar we over kunnen nadenken. Dank inderdaad Daan voor deze laatste bijdrage. Dan wil ik hier bij de bijeenkomst afsluiten. Ik wil onze sprekers hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Alle verdere deelnemers, dank voor jullie aandacht, voor jullie vragen in de chat. Zoals Martijn al zei, we zullen het proberen deze wijd uitwaaierende discussie iets wat samen te vatten en op schrift te zetten. En...
Ja, dan wil ik hierbij afsluiten. Ik wil alle sprekers vragen of zij nog even willen blijven hangen als ze er tijd voor hebben. We kunnen nog heel even napraten. Dank iedereen.